Meaningless. Hallo! De andere kant, hallo! Mensen van achter, hallo! Mensen in het midden. Let me hear you, motherfuckers. Alles oké? Okay? Fantastisch. Wacht even. Klein momentje. Als het niet vastzit, dan zijn ze ermee weg hier in Antwerpen. Dat is verschrikkelijk. Goedenavond en de intro, beetje erover of gog het nog, wat denkt u? Ik heb mij nog ingehouden. Goed, zijn er mensen die mij nog nooit live hebben gezien hier? Alright, kei veel, cool. Mensen die mij al veel live gezien hebben. Fantastisch. Nou, ik zal de avond beginnen met een kleine geruststelling voor jullie allemaal. Het succes heeft mij als persoon niet veranderd. Dank u wel, dank u. Ik ben nog altijd dezelfde bescheiden jongen die ik vroeger was. Hoewel ik mijn vrouw nu verplicht om zich te wassen in de tranen van minder succesvolle komieken, vooraleer ze bij mij in bed mag kruipen. Come on, Goebbels, blijten, jongen. Ja, ik zeg Philip Goebbels, want dat is de enige komiek die groot genoeg is dat ik die nog opmerk. Al de rest, dat zo... Oh shit, ik denk dat ik er een aan hem doodgetrapt. Oh. Sorry, Geert. Ja. Oh. Ja, als ik tegenwoordig de liefde bedrijf met mijn vrouw, vind ik het ook niet meer dan normaal dat ze nu een spiegel voor haar gezicht vasthoudt, zodat ik naar mijn eigen bakkes kan kijken, terwijl dat klaarkomt. Geile rocker. En als ik haar eens laat klaarkomen, zo ene keer om de 3 maanden, je moet ze niet te hard gaan verwennen, dan krijgen ze ideeën, de vrouwtjes. Dat is niet goed. Dan wil ik niet meer dat ze bij haar orgasme roept. Oh, Alex, jij bent de god van de comedy. Dat was vroeger. Nu hoor ik liever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Sportpaleis. En dan roep ik uitverkocht. En spuit ik in haar bakkes. Of in mijn geval guts ik mijn hand helemaal vol en smeer ik het uit over haar gezicht. Maar dat is ongeveer hetzelfde. Goed, de meerwaardezoekers kunnen nu vlotjes de zaal verlaten en thuis een boek gaan lezen van Gerard Reven bij Kaarslicht. Al de rest, hebben we er goesting voor? Alright, cool. Het zijn mijn laatste shows. Ik weet niet wanneer dat ik nog terugkom. Het is maar een uitloper van de Interesting Times Tour. Waarom had ik die show Interesting Times genoemd? Omwille van de simpele reden dat ik vind dat we momenteel in heel interessante tijden leven. Ik ben daar ook niet alleen in. De Hindoes zijn het volledig met mij eens. Volgens de Hindoes leven we momenteel in het Kali-Yuga-tijdperk. Een vrij vertaald tijdperk van het ijzer... of tijdperk van de demon Kali. Is begonnen in 3000 voor Christus en is nog steeds bezig.
zou volgens sommige bronnen dit jaar moeten aflopen, volgens andere bronnen binnen 400.000 jaar. De Hindoes en tijdsbepaling niet echt hun sterkste kant, klaarblijkelijk. Oh dear, was I supposed to be here 20 years ago? Sorry, too late. Andi, 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 deldi, deldi, deldi. Govinda, jaya, jaya. Raar volk. Maar het Kali-Yuga-tijdperk kenmerkt zich door een groeiend individualisme bij de mensen. En we zijn alleen nog maar met onszelf bezig. De bestuurders van landen zijn alleen nog maar bezig met het heffen van belastingen, voeren van oorlogen, niet meer met de belangen van hun volk. Godsdienst gaat steeds verder weg van liefde en spiritualiteit en meer naar materialisme en vooroordelen. En volgens de Maya's zou het allemaal al voorbij moeten zijn geweest. Ik weet niet of iemand het zich nog herinnert, maar de wereld ging eindigen op 21 december 2012. De dag voor mijn verjaardag. Het kon ook weer niet anders. Ja, ik nodig niemand uit, de wereld vergaat niet. En daar zat ik dan thuis alleen met mijn penis in mijn hand, zonder cadeaus. Dank u wel, Maya's. Fuck you, ben de klootzakken. Nutteloos kutvolk, als ze niet al uitgeroeid waren, was ik ze zelf gaan kapotmaken. De Limburgers van de wereld zijn het. Maar ik moet toegeven, de Maya's, volgens mij zitten ze niet te ver van de waarheid. Ik denk niet dat de mensheid nog heel lang gaat meegaan. Ik denk dat het einde nabij is. De apocalyps loert om de hoek, dames en heren. Dat kan toch niet anders. Alle voortekenen zijn er al. Zet een tv op, kijk naar komen eten en je weet genoeg. Als je wilt weten hoe decadent onze westerse wereld nu officieel geworden is, bekijk onze favoriete twee obsessies. Koken en diëten. Eerst vreten we ons eigen helemaal vol. Daarna heffen we die vette lijven op een home trainer in de hoop dat we die kwabberende brontosaurusreten terug kunnen gaan reduceren naar normale, strakke, menselijke proporties. En komen eten is het ergste programma in zijn soort. Dat is vergelijkbaar met een zwaar auto-accident. Je weet dat dat afschuwelijk is, maar je blijft wel kijken. Oh, ik kan dat niet afzetten. Ik ben eraan verslaafd. Hè. Dat staat ook altijd op als ik zelf thuis aan het eten ben. En ik moet toegeven, het eten op tv ziet er altijd veel beter uit dan die rommel die mijn vrouw serveert. Godsnaam, wijf, let nu toch eens op. Dan krijg ik misschien eens zoiets op mijn bord in plaats van deze troep. De keuken in. Sorry, schat. Swingend schoon met zwever. Komen eten, een programma bevolkt met de grootste debielen die deze wereld arm is. Waar halen ze die mensen in hemelsnaam vandaan? Het grootste deel uit West-Vlaanderen, klaarblijkelijk. Ja, wat een kweekvijver voor mongoloïsme is dat toch, in die provincie? En het ergste soort West-Vlamingen ook. Hè? Niet van die hardwerkende, bescheiden West-Vlamingen zoals we ze meestal kennen. Nee, van die arrogante boeren. Hè? Ze zouden bijna uit Antwerpen kunnen komen. Verschrikkelijk. Hè? Zo twee chromosomen verwijderd van een koe. Ja, het is een mirakel dat ze de keuken niet onderscheiden terwijl ze hun middelmatig voer aan het prepareren zijn. Hebben die nog het lef om van die dingen te zeggen als... Als voorgerecht werd er enkel champagne geserveerd. Dat is niks bijzonders, hé, champagne. Dat krijg je overal, hé. Is dat zo? Waar jij vandaan komt misschien wel, o rijke herenboer. Kom eens naar Antwerpen, naar de luchtbal. Moet je blij zijn dat je een blik Carapils en een kopstoot van voor op je neus krijgt, hè? Het enige wat je daar gratis krijgt, is een geslachtsziekte. En de volgende woorden wil ik nooit nog uit de mond van dat soort West-Vlaming horen komen. Nooit. Het is wel jammer dat de borden niet voorverwarmd waren. Voorverwarmde borden, serieus. Jij bent de eerste generatie in uw familie die je niet uit een trog eet. Doe normaal, man. Maar dat soort programma's zijn een perfecte weerspiegeling van wie wij nu geworden zijn als maatschappij. En wij zijn de iedereen beroemd generatie, de applausgeneratie. Wij doen niks meer voor onze eigen voldoening. Wij moeten voor alles een publiek hebben. Alles wordt de performance. En God is nog een huwelijk. Vroeger de openingsdans, het bruidspaar dat wat traag tegen elkaar stond aan te schuren op hun favoriete nummer.
Love lifts us up where we belong. Terwijl dat wij er allemaal stonden. Het is toch schoon, hè? Ja, zo dadelijk taart en dan kunnen we eindelijk naar huis. Maar nu gaat het bruidspaar 6 maanden dansles volgen, zodat ze voor alle aanwezige gasten de eindscène van Dirty Dancing kunnen recreëren. Inclusief de lift. Het prachtige zicht van de bruidegom die zijn 197 kilo zware bruid van de grond probeert te hijsen. Spring, mijn duifje, spring. Spring, mijn pluimpje, spring. Springt, vet, zwaaiend, springt. Waarom denkt u dat die trampoline hier staat? Decoratie! Come on! Ja, mannen, kipsen, houd me tegen. 40 man erachter. Ze kantelt, ze kantelt. 20 man dood, een aardbeving van 5 op de schaal van Richter. De getuige die eindelijk doet naar wat hij vernoemd is. Ik heb het allemaal gezien, het was afschuwelijk. Oh, het vet liep van de muur. Wij doen niks meer voor onze eigen voldoening. Wij moeten voor alles een publiek hebben. En zo gaan we ook niet meer eten bij elkaar hier in ons Vlaanderenland. Maar we spelen komen eten, klaarblijkelijk. Ja, wat een rare trend. Ik ben een tijdje geleden uitgenodigd op een komen eten feestje. Door kennissen van mij. Ik heb die mensen meteen geschrapt uit de kennissenkring. Verschrikkelijk. Kom eten bij ons, dan mogen we punten geven op ons eten. En dan komen wij morgen eten bij u en dan geven wij punten op uw eten. Ik ben echt niet zo veeleisend als ik bij iemand thuis word uitgenodigd. Ik verwacht geen 5-gangen-menu geprepareerd door een topchef. Als ik iets op mijn bord krijg dat ik zelf niet heb moeten klaarmaken, ben ik allang tevreden. Dat maakt mij niet eens uit wat dat is. De stomende drol met 2 sigarettenpeuken en een vlag erin geplant. Als hem nog warm is en ik heb hem zelf niet moeten leggen. Woehoe! En kunt het u voorstellen dat je commentaar krijgt op het eten waar je uren voor in de keuken hebt gestaan? En dat dan nog in uw eigen woonkamer? Mijn ego zou dat nooit aankunnen. Zeg, Alex, de steek is niet echt senjaar, hè? Niet? Hier, genoeg bloed, hier met uw bakkenstring. Hè? Zoals een hond in zijn eigen pipi. En als je dat al vreselijk vond, wacht maar tot het dessert eraan komt. Mijn penis met een suikerrand rond de eikel. In je oor. Lik aan mijn liefdeslolly, jij West-Vlaamse mentaal minder bedeelde randmongool. Dank je wel. En gewoon eten voor elkaar klaarmaken is ook niet meer genoeg klaarblijkelijk. Nee, ook dat moet entertainment zijn. Showcooking. Ik ga 2 nijlpaarden jongleren terwijl ik de pannenkoeken flambeer met een in benzine overgoten, vlammende, krijsende chimpansee. Puur voor uw vermaak. Ik zal nog een zotte hoed opzetten en een dansje doen ook. Wopa Gangnam Style. Daar is niet te applaudisseren. Ik hoorde er een. Nee. Halt! Nee! Mijn god, nee! Kom aan, die videoclip al gezien? Dat is gestoord, dat je zo mensen achtervolgt op straat. Lieverd, kijk niet over je schouder, maar er loopt een kleine, dikke Koreaan achter ons en die doet alsof hij op een paard rijdt. Dat kan niet goed zijn, maar geen oogcontact. Nee, hij begint tegen ons been te rijden. Nee, af, af, dikkerd. En we gaan toch geen eten meer serveren op een bord, mag ik hopen? Dames en heren, op een taloor, dat gaan we toch niet meer doen? Dat is zo passé. Ik serveer mijn eten altijd op een leisteen. Op een tegel. Ik ken de uitspraak, je kunt bij die mensen van de vloer eten, maar dit wordt een beetje belachelijk. Hè? En het prachtige geluid dat uw bestek produceert wanneer je eet van een leisteen. En, smaakt het? Het is wel lekker, maar ik denk dat ik juist een hersenbloeding gekregen heb. Ik heb geen gevoel meer in de linkerkant van mijn lijf. Een leisteen, geschikt voor alles, behalve soep. Dat masseert precies niet zo goed, hè. Je kunt de balkjes wel rondduwen, zo. Hier pakt de rietje, zuigt de rest maar van de grond.
een leisteen. Als je dan toch zo origineel wilt zijn, serveer het eten niet op een leisteen. Serveer het op een naakte dwerg met een appel in zijn mond die op een dromedaris ligt, die rond de tafel loopt. Oeh, walking dinner, geweldig. En ik verbrand calorieën terwijl ik eet. Het is een koopprogramma en een dieetprogramma in één. De ideale wereld. En weet je wat ik mis aan komen eten? Nooit gedacht dat deze woorden zouden ontspruiten aan mijn tanderij. Weet je wie ik mis? Peter van Asbroek. Ja, die arrogante commentaar van Peter van Asbroek. En wat hij allemaal zei. Oh, zou je daar wel radijsjes bij doen? Dat is geen goed idee hoor, radijsjes, Katrientje. Weet je wat geen goed idee is, Peter? Niet door uw zijspiegel kijken als je in de auto zit, hè? Van mijn eten is nog niemand doodgevallen, zo'n Peterke. Hoe kun je trouwens ook iemand au sérieux nemen die je zo wandelt? Allemaal begonnen met een diadeem en het is alleen maar bergaf gegaan met die mensaap. Maar ik moet toegeven, ik mis hem. Ik mis hem. Want Woestijnvis heeft een tijdje geleden een poging gedaan om van komen eten een cultureel verantwoord programma te maken. We gaan geen uitlachtelevisie meer maken. Jammer, dat is het enige dat er leuk aan was. Dat je kon kijken en kon zeggen, schat, ik ben soms wel een debiel, maar dat zijn pas echt een bende Mongolen. Dat is het enige dat er leuk aan was. En ik wist dat Woestijnvis het programma ging aanpassen. Dus ik heb die mensen gebeld. Ik heb ze tips gegeven. Ik heb ze parels gegeven, dames en heren. Ze hebben niet naar mij geluisterd. Het had zo mooi kunnen zijn geweest. Ik zei, doe het met kannibalen en noem het komen opeten. Op het einde van de week gegarandeerd maar één winnaar. Nee, was het een zware wedstrijd? Ja, vooral de laatste dag die tweede Ted van Leslie aan poppen ging er amper nog bij. Sorry, ze ligt nog een beetje op mijn maag. Of doe het met uitgehongerde Afrikanen en laat ze de vliegen van mekaars gezicht opeten. Deze smaakt naar anus. Er is hier iemand vals aan het spelen aan de tafel. Wat? Ben ik echt de enige persoon in het hele sportpaleis die ooit op tv naar een uitgehongerde Afrikaan met zijn gezicht vol vliegen heeft gekeken en gedacht heeft, eet die vlieg op. Eet die vlieg op, man. Kom aan, dat zijn proteïne. Het is niet alsof er nog iets anders op het menu staat vanavond. Hè? Beggars can't be choosers, man. Come on. En we hebben trouwens het hoogtepunt van onze decadentie bereikt op deze planeet. Er sterven momenteel op onze planeet Aarde officieel meer mensen aan overgewicht dan aan ondervoeding. Ja. Dus dat die Afrikanen maar stoppen met zagen, hè, man. We hebben geen eten, wij gaan allemaal dood. Ja, wij hebben keiveel eten, wij gaan nog meer dood dan jullie. Wat is onze benefiet? Mijn buik is helemaal opgezwollen, want er zit niks in. Je van mij, omdat hem helemaal vol zit. Hè? Ach, ik heb nog een halve kip over, hier. Feed your village, man. For a week. Komen eten. Hoe laag gaan we nog zakken in ons land? Wat wordt het volgende programma? Komen neuken? Dat we langskomen bij elkaar, mekaars partners afrijden en daar punten op geven? Lekker strak en warm. Voor de ontvangst geef ik een welverdiende 7. Voor het eten, ik weet wel dat het daar naar vis hoort te smaken. Maar wat eet die augurk daar in godsnaam? Dus vreselijk, 4/10. Hier kom ik nooit meer terug. Ik begin stilaan mijn geloof in de mensheid te verliezen. En ik vind dat jammer, want ik ben daar te jong voor. Ik ben al echt cynisch aan het worden. En dat is eigenlijk jammer. Ik had altijd gedacht dat naarmate ik ouder zou worden, ik rustiger zou worden, meer zen, mij niet meer zo druk zou maken in alle dingen. Maar het tegendeel blijkt waar. Ik ben eigenlijk altijd slechtgezind. Als ik tv kijk, als ik kranten lees, als ik in de auto zit. Ik kan toch ook weer niet de enige persoon in heel de zaal zijn die dit heeft opgemerkt, maar rijdt echt iedere debiel tegenwoordig in een Audi?
dank u wel. Ja, maar come on. Denk eraan, als je nu niet lacht of applaudisseert, dan ben jij een van die mensen. En die zijn met veel, die zijn met veel. Je moet er eens op letten. Elke idioot die in uw reet plakt, asociaal met zijn lichte flikkert u de pas afsnijdt langs de verkeerde kant, ineens voor u rijdt, zijn vier pinkers opzet en uitstapt. Waarom doe jij dat? Waarom? Ik kan dat, ik heb een Audi. Oh man, gruwelijk scheidvolk. Het enige dat nog erger is, zijn vrouwen in een BMW X5. Ja, dank u wel. En zo'n gigantische tank met een wijf erin dat altijd aan bellen is. Hoe marcheert deze? Ik weet het niet. Kunnen we dat nog eens uitleggen? Als je die zo achteruit ziet inparkeren op een plek waar je twee circustenten, vijf vrachtwagens en een kudde olifanten in krijgt, raken die nog ieder object in de straat minstens vijf keer. Nog 740 keer en ik sta erin. Je weet gewoon dat die vrouwen een rijke man hebben die een auto voor hun heeft gekocht omdat hij dacht, als die lumpe foef dan ergens tegenrijdt, is ze tenminste niet dood. En hoef ik geen babysit te regelen. Hè? Oh, man. Ik vind echt niks meer leuk, ik moet eerlijk zijn. De enige dingen die mij nog interesseert, de enige dingen die ik nog leuk vind, zijn dezelfde dingen die ik al leuk vond toen ik 5 jaar oud was. Ik ben niet geëvolueerd, dames en heren. Dat is heel zielig. Hè? Ik hou nog altijd heel veel van superhelden. Ik kijk naar al die films, ik lees die stripverhalen nog altijd. En ik vroeg mij af een tijdje geleden, stel u voor dat er in het echte leven mensen een superkracht zouden ontwikkelen. Zouden die mensen dan kiezen om superheld te worden? Zouden wij ervoor kiezen om andere mensen te gaan helpen met onze krachten? Zoals in de films. Ik dacht, ik doe een enquête. Dus aan het begin van deze tour heb ik vragen gesteld aan het publiek. Ik had 2 vragen. Wat zou je doen als je nog 1 dag te leven had? En welke superkracht zou je willen hebben? Ik heb een paar merkwaardige antwoorden gekregen. Wat zou je doen als je nog 1 dag te leven had? Een wereldreis maken. Moet goed beginnen als je aankomt in Zaventem. Uw vlucht heeft 1 dag vertraging. Godverdomme, hè. En tot waar ze de gerokt? Amsterdam, het was kut. Begon als een wereldreis, het eindigde als 1 dag in Nederland. Ik had beter zelfmoord gepleegd, wat een tijdverscheiterij was me dat allemaal. Mochten hier Nederlanders in de zaal zitten, je weet dat ik gelijk heb. En welke superkracht zou je willen hebben? Als ik het hier aan de zaal vraag, Sportpaleis, wat zouden willen kunnen? Superkracht, roept eens iets. Vliegen. Vliegen, dat is de... Sorry? Iemand van KVR... Ah, nee! Je zag die zijn nader al op zijn... Hersenbloeding. Ik ben goed gegaan. Gilles de La Tourette, dames en heren. Hij is aanwezig. Kijk eens aan. Die weet zelf totaal niet dat je dat geroepen heeft. Die zit zo... Tanguy, je doet het weer al. Heb ik iets gedaan? Tetaai! Je kunt hem ook nergens mee naartoe pakken. Hè. Zelfs niet in het sportpaleis. Vliegen, mensen riepen hier vliegen. Iemand van voren riep vliegen? Ja, wie was dat? Direct wijzen zo. Direct van die mensen die... Ja, het was een dier. Zijn zo dezelfde mensen die tijdens de oorlog zeiden... De Joden zitten bij de buren. Nee? Zo, dat soort mensen. Je weet wat ik bedoel. Verraders! Maar goed... Word jij dat? Wie was het? Wie was het? Ja, nu doen we... Oh, zij weer al... Achter mij het, ja. Vliegen. Wat zouden we doen als je kon vliegen? Oh, vliegen, hè? Vliegen, een beetje rondvliegen zo. Oh, zie, dit is de bovenkant van mijn huis. Allee, dan heb ik dat ook eens gezien, hoor. Er ligt een dakpan los. We gaan iemand moeten bellen, denk ik. Zo, genoeg gevlogen. Terug wandelen. Voeten op de grond. Is Vlaanderen. Niet te ambitieus, hè? Allee, kom aan.
Je hoort nooit iemand zeggen, ik zal mijn onderbroek over mijn broek aantrekken en mensen gaan redden uit brandende gebouwen. Nou, ook een beetje raar zijn dat je een brandend gebouw invliegt met je onderbroek over je broek. Hallo. Ik ben onderbroek over de broekman. Ik kom u redden. Maar ik ben niet supersterk. Ik kan alleen vliegen. En jij weegt 197 kilo. Dus sorry, je gaat dat niet halen. Daar. Veel succes met uw huwelijk. Je krijgt antwoorden, man. Er riep een vrouw in de zaal. Ik zou vliegen met de vogels. Zeg, sorry. Vliegen met de vogels. Hallo, vogel. Wat ze dan doen? Nog een vrouw zei, ik zou vliegen in de file. Zeg, je bedoelt weg van de file, uit de file. Nee, vliegen in de file. Ter plekke zweven achter een stilstaande auto. Moet een beetje raar zijn als je in de auto ernaast zit. Er hangt een wijf naast mijn auto te zweven. Ik sta officieel al te lang in deze file en ik begin te hallucineren. Dit is niet goed. En die vrouw corrigeerde mij nog. Nee, nee, vliegen in de auto. Ik zeg, oh, in de auto. Ja, zo met uw bakken tegen de voorruit. Zo'n soort extra large strontvlieg. Geweldig plan. Ook heel populair was teleporteren. Zo van de ene plek naar de andere flitsen, zonder dat je de reis ertussen hoeft af te leggen, zou voor mij persoonlijk een hele handige superkracht zijn om te hebben. En voor mijn job. Als ik thuis in de zetel lig, mijn vrouw komt binnen. Schat, je moet gaan optreden. Waar? In het Sportpaleis. Wanneer? Binnen 1 minuut. Geen enkel probleem. Goedenavond, Sportpaleis. Ik had beter kleren aangedaan. En die komkommer in mijn anus is ook niet wat jullie denken. Ik ben zo dadelijk terug. Maar wederom, als ik dan weer aan de mensen in de zaal vroeg wat ze zouden doen als ze konden teleporteren, kreeg ik de meest waanzinnige antwoorden. Ik zou teleporteren naar de voorkant van de file. Datzelfde waar. De voorkant van de file. Wat moet ik mij er ook bij voorstellen? Oh, nog 4 auto's voor mij. Wel, hier kan ik mee leven. Ik wacht wel. Ik vroeg het nog aan haar. Ik zeg, waarom in godsnaam? En dat heeft die vrouw echt gezegd. Die zei, ik heb altijd willen weten wat het is om de voorkant van de file te zijn. Laat opa rijden, dan ben je meestal de oorzaak van de file. Geen superkracht voor vereisten. Maar het beste antwoord kreeg ik van een jonge gast in de zaal. Die zei... Ik zou heel graag willen kunnen teleporteren. Ik zeg, cool, naar waar zouden we gaan? Naar Duiskas. Zeg, wat? Was je een filmpje aan het zien? Zeg? Je denkt, hier zou een cola wel bij smaken. Duiskas, cola, zetel, tv. Hoe ambitieus. Nu, ik heb mij erbij moeten neerleggen. Hè. We gaan in het echte leven niet kiezen om superheld te worden. Daarvoor zijn we te veel met onszelf bezig. Maar stel... dat je een superkracht krijgt. Stel dat je kunt teleporteren. Wees op zijn minst creatief. Doe het een beetje zot. Verschijn naast een neukend koppel. Iets meer naar links. Terug weg. Hè? Of met je hand onder je gast zijn ballen. Hè? Wat voel ik hier toch heel de avond? Het spookt hier in huis. Kun je achter het bed zitten. Rammelen met een ketting. Hè? Ik zelf zou naakt teleporteren in iemand anders zijn onderbroek. Piemel tegen piemel, puur voor de lol. Midden op café. Hallo! Ik voel u piemel. Dag! Terug weg. Al die andere mensen in dat café. Stond er nu net een naakte man in je onderbroek? We moeten dringend iets gaan doen aan dat bier. Dat loopt hier de spuigaten uit in dit café. Of als president Barack Obama een speech aan het geven is voor het Witte Huis, gewoon ernaast verschijnen. Neger!
terug weg. Heel Amerika riep er iemand neger naar onze president. In het Vlaams dan nog wel. En wij zijn Amerikanen en ik praat Vlaams met jou, maar deze grap slaapt nergens op. Ook mooi vond ik iemand die zei, ik zou heel graag als superkracht al mijn ledematen kunnen uitrekken. Zoals Mr. Fantastic van de Fantastic Four of Elastigirl van The Incredibles. Ik zeg, cool, wat zouden we doen? Oh, nou daaskas, hè, pintje. Come on, man, gemiste kans. Trekt uw kruis op tot onder uw kin, dat je zo'n kop met poten zijn. Wandelt gewoon zo de bakker in. Goedemorgen. Ik had graag twee pistolets en een Frans brood, alsjeblieft. Als je wilt doorschuiven, doe maar onder mij door, hoor, mensen. En als die mensen dat doen, laat uw ballen zakken. Kijk toch eens uit waar je loopt. Dat zijn mijn geslachtsdelen, jeugd. Van tegenwoordig respect voor niks hebben ze nog, zeg ik. Of tijdens een gesprek gewoon uw oor groter en groter laten worden. Zeg het maar, hoor. Ik ben een en al oor. Ik zou mijn penis laten krimpen tot zo groot. Wat exact een centimeter kleiner is dan de ware grootte. Als ik mijn broek laat zakken, denken de dames, oeh, dat valt wel een beetje tegen. Tot ik hem erin steek en dan laat ik hem gigantisch groot worden. Maar niet geleidelijk aan, gewoon zo heel snel. In en uit. Wat was dat? Geen idee, niks van gemerkt. En vlak voor ik klaar kom, doe ik dat nog eens. En ejaculeer ik in mijn eigen bakkes. Heerlijk. Nog een likje aan de eikel nu ik hier toch ben. Ja, stel dat ik om een eigen eikel zou kunnen likken. Wat deed dat wijf daar in godsnaam nog tussen? Stak ik gewoon een penis in mijn eigen anus met de koffers naar mijn vrouw, alsjeblieft. Ik heb een wasmachine, een afwasmachine, een piet in mijn gat en een microgolfoven. Wat doe je hier nog? Verdwijn en neem de kinderen mee. Sportpaleis, heeft er iemand in de zaal enig idee wat de populairste superkracht was bij vrouwen? Wassen! Riep er naar iemand. Wassen! Nieuwe superheldin, wasvrouw! Help, ik zit vast onder een vrachtwagen. Ik zal hem iets goed proper maken. Zet er. Kijk eens aan. Ze ziet hem blinken. Allee, veel succes, hè. Ze kon ook vliegen. Ja, ik weet het. Een beetje raar. Het was niet wassen. Ik hoorde niemand het roepen. Gedachten lezen. Ja, dat klopt. Gedachten lezen. Er was ook een man in de zaal die dat zei. En dat vond ik wel heel mooi. Die zei, ik zou heel graag gedachten kunnen lezen. En nog meer bepaald de gedachten van vrouwen. Opdat ik de vrouw beter zou begrijpen. Is mooi, hè? Al die mannen in de zaal. Homo. Nou, dames, het zou een mooi idee zijn van jullie gedachten te kunnen lezen. Maar ik vrees wel dat zelfs als we jullie gedachten zouden kunnen lezen, dat we er geen hol van zouden snappen. En dat is een compliment, hè, want jullie zitten veel ingewikkelder in elkaar dan de gemiddelde man. Ja, ik merk dat al, mijn dochter. Dat kind is 5 jaar oud, die draait mij al volledig rond haar vinger. Amy, ruim de rommel op. Een minuut ernaast stond ik al die een brol op te ruimen. Wat is er hier gebeurd? Dat duivelse kind heeft de Jedi mind trick op mij gebruikt. Hè? Ruim de rommel op. Ik moet die rommel niet opruimen. Jij moet die rommel niet opruimen. These are not the droids you were looking for. Vrouwen, jullie zijn zulke vreemde wezens. Ik word in december 41 jaar oud. Ik loop al 4 decennia lang rond op deze planeet. En ik denk dat ik in al die tijd 1 ding heb begrepen aan de vrouw. En zelfs daar ben ik nog niet zeker van. Dus ik zal het even in de groep gooien. Wat mij betreft hebben alle vrouwen een aangeboren afwijking die ervoor zorgt dat jullie allemaal stuk voor stuk enorm veel problemen hebben met een man in rustpositie. Ja.
Een man die zich op zijn gemak voelt, dat kun je gewoon niet aan, hè. In een relatie, dat is vreselijk. Als ik in de zetel lig en ik denk, oh, ik ben perfect relaxed, komt mijn vrouw binnen en ik zie dat al om die haar kop. Volgt meteen de eerste vraag. Oh, liggen we in de zetel? En dan weet ik, daar zit een opdracht aan te komen. Krijg je dat Expeditie Robinson gevoel? Waar is mijn immuniteitsmunt? Nee, ik heb er geen meer. Godverdraaid, ik hang er weer aan. En dames, jullie moeten eens letten op de manier waarop jullie vragen stellen. Jullie zijn ziek in uw kop. Ja, kom aan, jullie stellen alleen retorische vragen. Vragen waar je zelf het antwoord al op weet. Dat ik denk, oh, gaan we het echt op die manier vragen? Schatteke, jij zo geen goesting om de vuilzakken buiten te zetten? Goesting. Is dat echt het woord dat we gaan gebruiken? Iemand al ooit om 6:00 AM uit zijn bed gesprongen? Weet je waar ik goesting voor heb vandaag? Vuilzakken buiten zetten. Mijn god, daar leef ik voor. Hopelijk zijn het van die dikke, smerige vuilzakken met zo'n scheur van onder erin, dat er wat van dat sap uitsijpelt, zodat heel mijn huis nog een week ruikt naar rotte vis en vuilnisbelt. Fantastisch. Oh, dat sap, ik vind het zo overheerlijk. Ik ga het gewoon opsabbelen uit de zak als niemand kijkt. Weet je wat? Ik heb er zoveel goesting voor. Ik kon gewoon de wekker 1 uur vroeger zetten. Ik kon bij alle buren in de straat ook doen. Buren, breng mij uw vuil. Vuil, geef mij uw vuil. Ik gooi het wel buiten. Nee. Goesting om vuil buiten te zetten. Hetzelfde dan als ik aan de dames zou vragen. En dames, zin in anale seks? Oh, zij zo. Zij ernaast. Geile slet. Geen nood, dames. Anale seks, dat weten we allemaal. Zeker in een relatie. Dat is maar heel af en toe. Enkel bij speciale gelegenheden en liefst lang op voorhand afgesproken. Of tijdens ochtendseks, als jullie nog niet wakker zijn. Verrassing! It's wakey, wakey time. Ik had trouwens eergisteren nog eens ochtendseks. Dat is enthousiaster dan zij was. Nou, ze lag nog te slapen. Ik werd wakker met een erectie. Ik dacht, wow, ik jas hem er even in. Makkelijker gezegd dan gedaan, hè, dames. Want wanneer jullie slapen, is het niet vochtig daar beneden. Dat is zeer vervelend. Wilt je daar godverdomme eens snel iets aan doen? Hè? Ik zat er zo wat tegenaan te duwen en te stompen. Mijn penis begon te buigen in onnatuurlijke hoeken. Parallele piepedum. Waar gebeurt vooral? Nee, echt gebeurd. Ik was tegen mijn vrouw aan het duwen. Zo. Ineens zegt hij echt waar. Schatteke, schatteke, de poort is dicht. Oh. En ik kreeg ineens zo'n flits Lord of the Rings in mijn kop. The gate is closed. But I know another way. It is far more dangerous, Frodo Baggins. We shall have to pass through the mines of Moria. Droog in de kakker. Nu, dames en heren, als jullie één ding onthouden aan deze volledig nutteloze en walgelijke show vanavond, laat het dan zijn dat als je de volgende keer nog eens aan uw partner naar anale seks vraagt, dat je dat als volgt doet. Darling, may I pass through the mines of Moria? Als jullie dit doen, kan ik in vrede sterven en is mijn leven niet te vergeefs geweest. En jongens, als je hem erin duwt, denk om mij. En roept iets zot. To the bridge of Hazardum! The Balrog of Morgoth, run you fools!
If I should wish to catch a fish so juicy sweet. Amuseer de wagen. Dank u wel. Het leven is te kort. Nu, aan het begin van de show had ik commentaar op West-Vlamingen. Er zitten er hier ongetwijfeld in de zaal. Je moet u niet te hard aangesproken voelen. Want ik moet wel één ding zeggen. Als er in West-Vlaanderen briljante mensen in de zaal zitten, dan zijn die wel uitzonderlijk geniaal en beschikken die over een creativiteit die ik echt nog nergens anders ben tegengekomen. Zo riep er een man ergens in een zaal in West-Vlaanderen: weet je welke superkracht dat ik zou willen nemen? Ik zou iemand in zijn broek willen kunnen laten katten. Zeg, wat? Oh, zo'n zaalvent op café, 10 stop met muilen en 7, gewoon zo kak in de broek. En we zijn er vanaf. Geef die man een standbeeld. Dat is een genie. Doe nog veel nutteloze conversaties. Die ene superkracht mij al had bespaard in mijn leven, man. Hoe zou diezelfde superkracht ook werken bij van die belachelijke meningen? 100 decibel vind ik echt wel luid genoeg voor een concert, hoor. Serieus? Kijk eens aan, kaka uit de mond en nu ook kaka uit de kont. Allee, kom op. Fuck off. Want meer dan ooit, dames en heren, hier in Antwerpen, leven we momenteel in het tijdperk van de mening. En we hebben allemaal een mening. Wordt ook van ons verwacht dat we overal een mening over hebben. En of we nu weten waarover we praten of niet, dat is totaal niet belangrijk. En we hebben ook het ultieme platform om die mening op te uiten. We hebben internet, we hebben alle sociale media. We hebben Facebook, Twitter, YouTube's, blogs, messageboards, blablabla. Mijn tong zei blablabla. Dat goed, YouTube's, er is er meer dan één. Fout ze daar. We kunnen overal ons creatief ei in kwijt. En op zich is dat een goede zaak. Hè? Want internet is het allerlaatste bastion van absolute vrije meningsuiting. En dat moeten we koesteren. Maar al die vrije meningsuiting heeft ook nadelen. Want iedereen heeft wel een mening. En soms krijgen dat soort mensen ook volgelingen. En die sturen dan, vind ik leuk. Als je leest hoeveel achterlijke prater op internet wordt verkocht, begin ik toch stilaan meer te neigen naar een dictatuur. Vrije meningsuiting, maar niet voor iedereen. We zijn er klaarblijkelijk nog niet allemaal klaar voor. En vergeef mij, maar als je het woord kat niet correct kunt spellen, nog nooit hebt gehoord van een leesteken, alle woordjes aan elkaar gaat schrijven zonder spaties en klinkers, dat gaan we ook niet meer doen, dan ben ik niet zo geïnteresseerd in uw mening over wereldpolitiek. Noemt mij ouderwets. En al dat anoniem laf gezeik op internet ook. Je hoeft niemand meer in zijn ogen te kijken, dus je kunt zo laag gaan als je maar wilt. Dat is echt vreselijk aan het worden. Defrienden, dat is toch ook de meest janetterige bedoeling aller tijden. Duk op een knop en ga je met een vriendje mee, jongen. Maar jij kent die mens niet, jij hebt die nooit gekend. Dat was een Facebook-vriend, jongen. Nu is dat een Facebook-vijand, jongen. Duk op een defriend, fuck you, jongen. Enemy. Weet je nog de goede oude tijd toen iemand moest defrienden op café met een asbak tussen zijn tanden? Oh, gouden tijden waren dat. Hè? Nu, druk op de knop. Dat is mijn vriend niet meer. Oeh, ik ga even rijden. Hè, schat, ik pak de Audi. Tot straks. En we hebben allemaal meningen. We hebben allemaal meningen, zolang we die anoniem kunnen uiten. Maar vanaf het moment dat we eens luidop iets moeten zeggen, dan wordt het meestal een pak stiller. En er gebeuren hier soms dingen in dit land waar ik van denk, nu gaan we toch kwaad worden. En dat gebeurt niet. Er worden maar dingen beslist en wij gaan daar allemaal in mee. Het rookverbod op café, wat vind je ervan? Antwerpen, wat vind je ervan? Dat was West-Vlaanderen. Wij stonden toch al buiten. Wie vindt het goed, het rookverbod? Eerlijk, eerlijk. Laat uw eigen horen. Wie vindt het een goede zaak? Ja, veel mensen. En waarom vindt het goed? Waarom? Wat dan? Zeg maar, roep.
Uw kleren stinken niet, dank u wel, want jouw lijfgeur is enorm veel aangenamer, mijn vriend. Ja, maar come on. Come on. Vroeger roken cafés naar sigaretten, toegegeven. Nu ruiken cafés naar mensen. Dat is veel erger. Als je nu een café binnenwandelt, dan zo... Mijn god, de zo. Het ruikt hier naar 3 dagen pukkelpop, inclusief de 2 mensen die er overleden zijn. Vreselijk. Sorry, het waren er 5. Maar te vroeg. Er komt een DVD van deze show binnen een jaar. Kunnen zeggen, oh, het is officieel lang genoeg geleden. Nu kunnen we lachen met die grap. Hè? Ik sla dat soort stappen meestal over. Soms iets te snel, moet ik wel toegeven. Op de begrafenis van mijn eigen vader. Zeg maar, als ik mijn Piet nu in die urn steek, zou dat lachen zijn? Mijn moeder, wacht dan op zijn minst tot morgen. Hè? Papa, ik lijk steeds meer op jou. Dat is niet echt gebeurd, hè, Sportpaleis. Hallo, ik zie niet zo wat mensen van... Hoe is dat nou toch mogelijk? Allee, wat is dat? Er riep ooit eens iemand in de zaal... En waren de assen nog warm? Ik dacht, eindelijk iemand die mijn werk begrijpt. Maar dat is de meest vaak voorkomende reden waarom mensen voor het rookverbod zijn. Dan stinken uw kleren niet meer naar rook. Terwijl je zou denken dat reden nummer 1 om niet meer te roken op café is, dan krijgen we geen kanker. Maar dat zijn maar details, klaarblijkelijk. Ja, kanker, daar bestaat chemo voor. Maar probeer dan maar eens uit uw kleren te krijgen. Dat is verschrikkelijk. Maar je hebt wel gelijk. Er riep hier iemand van voor de geur. Ik heb veel mensen het horen roepen. Het ruikt inderdaad beter op café dan vroeger. Dat moet ik toegeven. En dat is ook niet moeilijk, want er staat niemand meer binnen. Ja, je nu een café in, man. Dat lege tafels, lege stoelen, de baarman of vrouw, moederziel alleen achter de toog. Alle klanten buiten voor de deur een sigaret aan het roken. Chance dat we buiten stonden. Dan hebben de mensen binnen... Er geen last van. Last van. Last van. Last van. Maar het heeft wel iets gezelligs, hè? Moet ik toegeven. Zo buiten staan roken met een groep mensen, hè? Dat is leuk. Hè? Sociaal ook. Je praat af en toe eens tegen iemand die je niet kent. Hè? Dat is leuk. En praten produceert geluid. En daar hebben ze een woord voor hier in Antwerpen. Dat heet overlast. En mensen die in het centrum van een stad gaan wonen, tussen al de cafés, en dan beginnen. Om er gaan mensen naar die cafés. Dat is mij niet verteld, hè. En die praten tegen elkaar. Luid op nog wel. Met klinkers en medeklinkers. En af en toe staat er zelfs muziek op in die cafés. Na 10 uur. En ik wil om 10 uur gaan slapen met mijn ramen open. En er wordt dus totaal geen rekening gehouden met mij. Hè. Hallo, ik ben wel een persoon. Ik heb mijn rechten. Ik ben een individu. Hallo? Want ik moet morgen om 7 uur opstaan om mijn kinderen naar school te brengen. Te gaan werken, wassen, plassen, koken, kinderen gaan afhalen. Ze in bed leggen, zelf nog even tv kijken. Om 10 uur lekker onder de wol te kruipen. En iedereen blijft maar praten in de stad in die cafés. Dat zou iets gedaan moeten zijn. Iedereen zou om 10 uur moeten gaan slapen. Samen met mij, alle cafés toe. Na 10 uur geen geluid meer in Antwerpen. Dat is toch niet meer als normaal. Want dat zijn mijn rechten als individu. Maar ik vind het wel leuk om in een grote stad te wonen. Want er zijn veel cafés en veel mensen, maar ik had eigenlijk liever minder mensen, minder cafés, meer groen. Ja, dat bestaat al. Dat heet West-Vlaanderen. Hè? Ja, dan gaat het daar maar wonen. Come on, man. Dan zeggen uw buren... Dat kun jij zeggen? Godverdomme, het is na 10 uur. Dat belachelijk. Gewoon bellen. Gewoon bellen. Ze mijn rechten. Dat is individueel. Dat is Jeannette. Als je in een stad woont, dan ga je rekening moeten houden met het feit dat je rekening gaat moeten houden met andere mensen. Ken je dat nog, dat gestoord oud-modisch concept? Nee, hoe zot moet het nog worden? Als wij als roker buiten voor een café niet meer met elkaar mogen communiceren met woorden, weet wat dan nog wel? Rooksignalen? Mark, Mark. Goeie plan. Ik ga mijn vrouw even verwittigen dat ik later thuis kom. Breng de sigaar. Geluidsloze lange afstandscommunicatie. Nou ja, hey, hey,
stinkt om de buren, jongen, zot. We leven in een gestoorde, omgekeerde wereld, man. Er klopt echt niks meer van. Je kunt ook niemand meer vertrouwen. Zelfs mensen waar je van denkt, daar kun je in principe niks tegen hebben. Zelfs dat zijn een bende eikels. De Liga tegen Kanker. Wat een bende debielen zijn dat bij elkaar, man. Die laatste reclamecampagne van de Kankerliga. Als je een sigaret opsteekt in de buurt van je kinderen, dan doe je aan kindermishandeling. Nee, als je sigaret uitdooft op de oogbol van uw kind, dan doe je aan kindermishandeling. Kleine details, grote verschillen. Mijn vader rookte 2 pakken sigaretten per dag, mijn hele jeugd lang. Ik heb mij als kind nooit misbruikt gevoeld. Niet 1 keer. Tot hij zijn piet in mijn gat ging. Papa, dat vind ik een beetje raar. Ja, zoon, dat begrijp ik. Vind je het erg dat ik intussen een sigaretje opsteek? Hè? Ja, het minste van mijn zorgen momenteel eigenlijk. Oh, niet kakken, niet kakken, niet kakken, niet kakken. Dat is ook niet echt gebeurd, hè? Sportpaleis, diezelfde mensen... Je had gezegd dat dat was gelijk Toon Hermans. Wat doen wij hier? Leg neer die bal. Maar... Voor de 5 Toon Hermans-fans in de zaal. Oh, man. Ach ja, man. We roken niet meer op café. Dat is gewoon ineens beslist. Hè? Het gebeurt niet meer. Niet te luid praten. Geen luide muziek. Vanaf dit jaar in ons land geen enkel concert luider dan 100 decibel. Want stel je voor dat je de band zou kunnen horen als je er naar gaat kijken. Belachelijk. Metallica, kan dat alsjeblieft een beetje stiller? Dat is hier wel een belangrijk gesprek, hè? Hallo? Ah, individu. Yeah! Werchter, are you guys ready to rock? Zelfs grootvader... Dat is nog de klote, hè. Maar ik hoor niks uit die standaard, want dat is nog de klote. Dat is kapot. Dat is kapot. Hallo, hallo, hallo. Dat is kapot. Wat een bananenrepubliek is dat hier, man. Ik word er gestoord van. Laten we ineens alle leuke dingen afschaffen. We stoppen gewoon met alles dat plezant is. Hè? Niet meer roken, niet te luid praten, geen luide muziek. En binnenkort, houd u maar vast, ik kan het voorspellen, het gaat gebeuren. Geen alcohol. Dat wordt de volgende stap. Dat voelde nu al. In Nederland is happy hour al illegaal en ze gaan proberen om dat hier ook te doen. 2 drankjes voor de prijs van 1 gedurende 1 uur, dat gaan we niet meer doen, want dat zet aan tot drankmisbruik. Dames en heren, als wij in ons land geen drank meer gaan misbruiken, hoe gaat dit volk in godsnaam nog voortplanten? Kom aan, de Vlaming op café, assertief als we allemaal zijn. Hallo. Hey, hey, hallo, ik, hallo, kus, hey. Hey. Als we zat waren, waren we aan het poepen, hè. Ja. En lelijke wijven, jullie kunnen het wel helemaal schudden, hè. Oh, come on. Come on. Met alcohol is het nog... Oh, fuck it, ik weet het morgen toch niet meer. Kom op mijn hart. Kom op, wel rust, kom maar op een bark liggen. Huppakee. De non moet in zijn kot. Ah, hup. Terwijl bloednuchter, no way. Dat is op nee. Nee, nee. Nee, nooit, never, no way. Naar huis, internetporno. Afjassen die handel, en wel onmiddellijk. Iets met dwergen, en snel. Tegenwoordig heb ik het nogal voor she-mails. Of zoals ik ze noem, shamalies. Shamali. En zo tetten en een piet, fantastisch. Boah, hè. Kunnen die in haar gat neuken, die piet vastpakken en u inbeelden dat dat die van u is. Hè? Mijn god, hij is gigantisch. Ik heb dat wijf gespietst. They call me Vlad, the Impaler. Dat had ik beter ook niet luid opgezegd waarschijnlijk, maar zo gaan die dingen. Hè?
Niet meer roken op café, niet meer drinken. En pas op, ik ben niet aan het zeggen dat we allemaal moeten gaan roken, hè, dames en heren. Begrijp me niet verkeerd, ik besef maar al te goed dat het ongezond is. Maar ik heb het heel moeilijk met het gebrek aan vrijheid, met het gebrek aan vrije keuze. En vooral ook met de hypocrisie van onze overheid, hè, die ons wijsmaakt dat het rookverbod er gekomen is omwille van onze gezondheid. Het wordt de roker systematisch onmogelijk gemaakt om nog ergens een sigaret op te steken. Maar de winkels blijven wel vol sigaretten liggen en in ieder café staan een sigarettenautomaat. Dan denk ik, wees consequent. Maak sigaretten illegaal. Moeten we allemaal stoppen? Beter voor ieders gezondheid. Iets minder goed voor het gat in de begroting. Maar ach, die crisis, dat zijn toch allemaal maar details. Maar dan is het tenminste gedaan met de hypocrisie. Maar zolang het innen van accijnzen en geldelijk gewin voor onze overheid toch overduidelijk zoveel belangrijker is dan de volksgezondheid, zou ik zeggen, moeit u met uw eigen zaken. Laat ons op café tenminste nog een sigaret roken en shut the fuck up. Ja. Dank u wel. Dank u. Dank u wel. Ik zie nog wat mensen in de zaal zitten. Mijn god, dat is de duivel. Zo'n 4 of 5 man, je krijgt dat toch niet uit de kleren. Zo. Dat stinkt, dat is verschrikkelijk. Ach ja, de strijd is gestreden en verloren, dames en heren. Ik kan niks meer doen aan het rookverbod. Maar ik kan er wel over klagen. En daar ben ik goed in, want ik kom uit Antwerpen. Dat is wat wij goed kunnen. Wij klagen over alles. Wie komt er hier niet uit Antwerpen? Roept die slaat op, mensen. Niet uit Antwerpen? All right, keiveel. Wie komt er uit West-Vlaanderen? Oost-Vlaanderen? All right, keiveel volk. Cool. Gent. Gent. Gentenaren. All right. Limburg. Oh, die is eruit. Juist nog een hert gaan doodslagen met mijn penis, maar nu ben ik hier aanwezig. Godverdomme toch. Antwerpen, dat is wiet varen met een auto. Wiet varen. Mijn poging tot een Limburgs accent. Cool, hè? All right. Brabant. Mensen uit Brabant? Nou, ook. Alright. Van alles is hier. Alles is hier aanwezig. En de mensen die buiten Antwerpen wonen. Je zegt jaloers, hè. Geef toe. We hebben toch de stad ter steden. Hè? Antwerpenaren, is het waar of niet? Hè? Natuurlijk, hè. Uiteraard. Al de rest zijn allemaal boeren. Hè? Dat vinden wij toch, hè? Alle wegen leiden naar Antwerpen, dames en heren. Dat is ook niet moeilijk. Je stond een hele dag in de file. Hè? En ik moet zeggen, we zijn toch ook veruit de meest tolerante aller steden. Iedereen welkom in Antwerpen, wij ontvangen u met open armen. Come on, kom maar naar Antwerpen! Ga zitten, Wesley, ga zitten, het is goed. Antwerpen, boom. Ach ja, Antwerpen. We hebben een slechte reputatie. Hè. Je kunt er niet aan doen, overal waar je komt. Hè. Antwerpen, een rechtse stad. Het is zeker niet verbeterd met onze nieuwe burgemeester. Hè. Bart de Weaver. Nu, ik moet zeggen, ik ben nooit echt een grote fan geweest van Bart de Wever. Maar ik ben ook wel geschrokken van de spectaculaire 180 graden die de media zijn gedraaid in ons land vanaf het moment dat Bart de Wever en de N-VA werden verkozen in Antwerpen. Want ik weet niet of iemand het zich nog herinnert, maar Bart de Wever won 2 jaar geleden ook al vrij overtuigend een verkiezing. Maar dat vond niemand zo erg. Want dat was de andere Bart. Ken je hem nog? Dikkenbart, Blazantenbart, met zijn frietjes en zijn pintjes en zijn mopjes op de slimste mens. Dikkenbart ging het eens goed zeggen tegen de Waal voor de Vlamingen. Kom aan, Dikkenbart, waggel eens naar de Waal, zeg het eens tegen de Waal. Hè. Allee, God is op de Waal zijn kop zitten, daar zal hem niet goed van zijn. Hè. Dat is een goeie bierscheet op de Waal. Kom aan, Dikkenbart, doe het voor Vlaanderen. Maar dan vermagerde dikke Bart 40 kilo, begon hem designer maatpakken te dragen, begon die bles een beetje meer naar rechts te neigen. Ineens alle kranten in België, mijn god, het derde rijk in Antwerpen, het derde rijk. Valt nogal mee. Hè? Zo erg is het nu ook weer niet. En ga nu alsjeblieft ook niet doen alsof de verrechtsing van deze stad pas begonnen is bij Bart de Wever. Dat was al lang bezig bij mijn goede vriend Patrick Janssens. Hè? Ja, nou wordt het stil, hè.
Al de Sofjanistjes in de hoek. Dat moet je niet zeggen, nou, ik dat moet je niet zeggen. Je mag niet zeggen dat al de meest extreemrechtse beslissingen in ons land van de laatste 5 jaar genomen zijn door socialisten. Dat mogen we niet doen. Hè? Hoofddoekenverbod in Antwerpen, Patrick Janssens, SPA. Avondklok in 2060, SPA, Patrick Janssens. Als je illegaal in dit land verblijft, heb je geen recht meer op onderwijs, wat een basismensenrecht is. Pascal Smet, SPA. Bart De Wever zou maar eens één van die dingen moeten hebben doorgevoerd. En oh, dan hadden ze op hun bakfiets gaan staan en beginnen... Dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Wat een bullshit, man. Fuck you allemaal. Fuck you. Man, man, man. En pas op, het is niet dat ik een fan ben van De Wever. De Wever is altijd boos. Hè? Boos dat hem rechts genoemd wordt en fascisten. En ze noemen mij, ad nauseum vergelijken ze mij met Adolf Hitler. En dat slaapt nergens op. Dat klopt, Bart, maar neemt dan betere beslissingen. Wat was de eerste beslissing die Bart De Wever nam als burgemeester van Antwerpen toen hem de verkiezingen won? We doen met heel de partij een mars naar het stadhuis. We marcheren allemaal naar het stadhuis. En dan ga ik bovenop het balkon wat agressieve taal roepen naar de mensen. Ook niet echt het beste plan aller tijden dan. Hè? Huppelt naar het stadhuis, Bart. Haasje over, hè? Gooit met bloemetjes. Is misschien weer een stap te ver, dan zouden mensen denken dat de Groenen gewonnen hadden. Pff, wat een utopie zou dat zijn, hè? Vooral in Antwerpen. Hoe lang moeten we deze boom nog knuffelen? 6 jaar. Godverdomme. Maar er is tofu. Oh, alle chance. Anders had ik het niet aangekunnen. Maar het is hier wel strenger geworden, gevoel dat. Hè? Het wordt allemaal wat strenger. Hè? Alles is verboden. En heel veel gemeentelijk administratieve sancties. Afgekort gasboetes. Ook niet echt een hele gelukkige naam voor een boete daar. Hè? Geef dat eens aan een Jood. Dan kan het feest beginnen. Nou, je mag je fiets hier niet parkeren, hè? Dat is een gasboete. Excuse me, gasboete. Sorry. Gas. Shh. Remember? Nu, we hebben een slechte reputatie. Dat kan ik niet ontkennen, hè, Antwerpen. Maar ik moet zeggen, ik woon wel in het meest tolerante gedeelte van Antwerpen. Ik woon in het meest politiek correcte gedeelte van Antwerpen. Ik woon in een buurt genaamd het Zurenborg. Het epicentrum van de bakfietsmens. Ik weet niet of je ze kent? Uiteraard. Hè? Dan rijdt rond met een fiets met een bak van voor eraan, met wat kinderen ingesmeten. En bakfiets.nl op de zijkant altijd. Dat ik denk, er is godverdomme nog een Hollander rijk van aan het worden ook. Hè? Die lachen ons ook uit in Nederland. Ja, bij ons dient die bak voor groenten en fruit. Maar die gekke Belgen mieteren hun kinderen erin. Die zijn gestoord. Die bak zit vooraan. Als je een auto komt, niet goed. Het ergste soort mens. Hè? Zo van die vrouwen die hun kleren zelf breien. Met van die zotte kleurtjes. Dat zelfs als je erover kotst, dat je het verschil niet meer ziet. Hè? Met van die plastieke bloemen rond hun stuur gedraaid. Want we zijn ons innerlijke kind nog niet verloren. Zo'n plakkaatje onder hun zadel. Weer een auto minder. Als ik daarachter sta aan te schuiven. Weer een uur langer. Vreselijk, man. De caviar gauche, zoals ze zo mooi heten. De nieuwe Vlaamse burgerij. Te veel geld, te veel tijd en die klagen over alles. Links politiek correct, zolang het hen maar uitkomt. Alle huizen in de buurt waar ik woon, al die ramen plakken, boordevol pamfletten, met alleen maar geklaag. Nee is nee, Chris. Nee tegen het BAM-tracé. Geen lange wapperbrug in Antwerpen. Graag traag in onze straat. Denk aan onze kinderen. Fijn stof is niet fijn. Liefst iets minder neerslag bij ons in de buurt als het even kan, meneer De Weerman. Mensen zonder papieren zijn ook mensen. Ja, tot het opvangcentrum voor asielzoekers bij mij in de straat zou opengaan, dan staan al diezelfde buren binnen de 5 seconden voor mijn deur met een petitie in de hand. Zee, dat zijn mensen met een andere kleur. Ja, maar dan zijn onze huizen niks minimaal waard. We moeten toch denken aan onze kinderen en aan de veiligheid in de toekomst. Zet dat opvangcentrum toch in Borgerhout, daar zit al de rest ook. Dat is toch veel beter voor die mensen, hè? Petitie?
Dat soort linkse politieke correctheid, dames en heren. Mijn buurt is zo walgelijk politiek correct dat er zelfs een naaicafé bij mij in de buurt is opengegaan. Een naaicafé. Kunt het u voorstellen? Een conceptcafé. Je kunt hier iets komen drinken en voor €5 kunt hier een uur komen naaien. Ik dacht, bangelijk, dat kun je niet voor naar de hoeren. Ik kan er nog binnen. Pff, dat wijf over de tafel, alsjeblieft, €5. Dat was goed voor een uurtje, dacht ik. Kom hier, dat ik de patchouli uit je harige neo-hippie kut neuk. Weet je wat? Fuck it. We doen er nog een uurtje bovenop. Dat is nog eens €5. Dat zijn er 10. Er is er iemand zo goed aan het verdienen hier vanavond, hè, schat. Trok ik mijn penis eruit, had ze er een trui rondgebreed. Zo eentje met een eland erop en een belletje eraan. Zo. Dat was wel handig voor tijdens de feestdagen. Lieverd, lingelingelingelingelingeling. I have brought gifts for you, para-pa-pam-pam. Through the mines of Moria. En als ik mij omsingeld voel door zoveel politieke correctheid, dan begin ik mij slecht te gedragen. En ik besef dat dat heel puberaal is. Want in principe ben ik het best wel eens met heel veel van die mensen hun standpunten. Maar dat zijn zo'n arrogante, omhooggevallen eikels dat ik het echt niet kan laten om die te gaan pesten. En zo was het kermis bij mij in de buurt een paar weken geleden. Er stond een draaimolen en een paar kraampjes. Ik ben er met mijn dochterke naartoe geweest. Ik zat er zo tussen de bakfietsmensen te zwaaien naar onze kindjes op de draaimolen. Mijn dochter zat in een busje aan het stuur. En ineens staat die rechtop en die gaat achterin de bus zitten. En ik roep gewoon, Amy, niet achterin de bus, dat is voor de negers. Gewoon om de reacties op die hun politiek correcte kutkoppen te zien, dat was fantastisch. Nou, met dat soort momenten kom ik de dag door, dames en heren. En dat moet ook bij mij in de buurt, want alle huizen in mijn buurt hebben allemaal een sticker tegen hun raam plakken met daarop Zonder Haatstraat. Zonder Haatstraat. Wij leven in de Zonder Haatstraat. Alleen maar liefde in deze straat. All you need is love. Ik haat mensen met een zonder haatstraatsticker tegen hun raam. Als jij niemand haat, dan vertrouw ik u niet. Dan werkt niet alles in de bovenkamer. Mensen die niemand haten, die gaan met de speciale bus naar school. Die zien iedereen graag. Ik zie u graag knuffen. En nu zie ik ook graag knuffen. En nu ook allemaal knuffelen. Allemaal knuffelen. Als je ze allemaal nog een beetje op een rij hebt daarboven, dan haat je af en toe wel eens iemand. Dat is niet erg. Dat is menselijk. Daar moet u niet voor schamen. Dus ook ik heb die sticker tegen mijn raam geplakt, maar ik heb die zonder er wel afgeknipt. Haatstraat. Als ze bij mij thuis aanbellen, doe ik de deur open. Wat? Zeg het dan. Wat? Nu? Meteen. Naakt met een pot pindakaas op mijn hoofd. Terwijl ik traag een komkommer in mijn anus schroef. Puur voor de gein. En de ergste ziekte van allemaal in Antwerpen. Oh man, al die huizen met dat kartonnen bord aan hun voorgevel met daarop merci om trager te rijden vanwege puntje, puntje, puntje. En daarop vullen de bewoners van die huizen dan de namen van hun kinderen of hun huisdieren op in. Merci om trager te rijden vanwege Steppe, Joren, Luna en Waf Waf. Oh man, als ik voorbij zo'n huis rijd, heb ik gewoon zin om met een bulldozer die hun woonkamer in te rijden en grootmoeder droog in de Mines of Moria op de keukentafel te pakken, terwijl ik waf waf serveer aan de kinderen op een leisteen met een appel in zijn mond. Verschrikkelijk. Meneer Agnew, wat bent u aan het doen? De bommen aan het verkrachten, maar wel maar tegen 30 per uur, dus... De snelheidsregels worden alvast niet overtreden in deze straat. Nu, ik vertelde dat ik in een heel tolerante buurt woon en dat klopt wel. Er wonen heel veel verdraagzame mensen bij mij in de buurt. Dat is heel leuk, dat is gezellig. Ik kom er niet zoveel tegen in Antwerpen, dus dat is tof. Ook mensen vooral die dat over zichzelf zeggen. Van, hallo, wij zijn Mark en Sophie, wij zijn heel tolerant. Het is heel belangrijk om tolerant te zijn, want intolerantie is het ergste dat er bestaat.
Behalve voor rokers, die moeten allemaal dood. Maar voor de rest moeten iedereen tolereren. Iedereen verdragen. Nu, ik heb eigenlijk altijd een heel dubbel gevoel gehad bij het werkwoord tolereren. Ja, je moet dat eens tegen iemand gebruiken, dan weet je eigenlijk wat dat wilt zeggen. Ja, als ik het aan u vraag, op de eerste rij, meneer, wat is uw naam alsjeblieft? Yves? Yves, als ik tegen u zou zeggen, Yves, ik tolereer jou. Dat is niet goed, hè? Je voelt dat, hè? Ik verdraag uw aanwezigheid, Yves. Gij moogt hier zijn van mij, Yves. Is dat niet een van de meest neerbuigende dingen dat je tegen iemand kunt zeggen? Want tolereren doen we toch in principe alleen maar met dingen waar we eigenlijk liever van hebben dat die er niet zijn. Je tolereert een natte scheet op een feestje waar je echt niet weg kunt. Daar zat kak bij. Daar zat kak bij, godverdomme, daar zat kak bij. Dat ga ik moeten tolereren tot het einde van de avond. Het is toch niet waar, zeker? Tolerant, tolerant, tolerant. Verdomme kak in de broek, goedenavond. En met uw vrouw, alles goed? Ja, dank u wel. Godverdomme kak in de broek, het is toch niet waar? Tolerant, tolerant, tolerant. Tenzij je intolerant bent natuurlijk, dan pikt het dat niet. Hè? Dat is zo, wat een kak in de broek, naar huis. Dit neem ik niet. Dit tolereer ik niet. Zit er hier toevallig een West-Vlaming met een superkracht in de buurt? Waar zit hem? Dat komt van voor op zijn bakken slagen. Verdomme, een kak in de broek, het is toch niet waar, zeker? Maar Yves, zoals ik al zei, ik heb een heel dubbel gevoel bij het werkwoord tolereren. Want het omschrijft ook perfect wat we allemaal gaan moeten doen als we met elkaar moeten blijven overeenkomen. We wonen op een hele kleine oppervlakte met heel veel verschillende soorten culturen. En we gaan niet alles van elkaar oké vinden, maar we gaan elkaar moeten verdragen en moeten tolereren. Maar we moeten er ook niet te ver in gaan. Want nu tolereren we zelfs intolerantie, uit angst om intolerant gevonden te worden door mensen die zichzelf ongelooflijk tolerant vinden. En ik vind dat wij dat niet meer moeten tolereren. De allochtone zedenpolitie, is dat iets dat we goed moeten vinden? Ja, moslimjongeren die spuwen op westerse vrouwen omdat die kortere rokjes dragen, of op andere moslima's omdat die geen hoofddoek dragen. Die jongens spuwen op die vrouwen, noemen die vrouwen hoeren. Dan denk ik, gasten, als je per se vrouwen in een tent wilt zien, gewoon als Cirque du Soleil, de Ridder Massas. Hè? En die doen trucjes voor u, speciaal in een tent, en alleen jij kunt dat zien. Jij, die vrouwen en Allah, niemand anders. Peertje! En wil er ook alsjeblieft iemand aan dat soort allochtone jongeren ook het concept hoer uitleggen, als het even kan? Hé, gaan we poepen? Nee, hoer! Het leek nogthans zo simpel. En dat is altijd godsdienst. Dat is altijd godsdienst. Mag het nu alsjeblieft eens gedaan zijn met het gebruiken van godsdienst als excuus voor slecht gedrag? Nou, sorry, daar heb ik het echt mee gehad. Sorry. En dan heb ik het zeker niet alleen over de moslims, alles behalve zelfs. Want man, alle godsdiensten zijn allemaal even vreselijk wat mij betreft. En oké, ik wil niet alle gelovigen beledigen. Er zitten hier ongetwijfeld gelovige mensen in de zaal. En weet je, bedoel, er is niet zoveel mis met jullie, dat gaat nog wel. Hè? Een beetje gelijk muggen zo, dat zo... Ja, kom, ga daar maar naartoe, daar. Ja. Kom, shut the fuck up. Hè? Getuigen van Jehovah zijn iets hardnekkiger. Kent u Jezus? Niet persoonlijk. Fuck off. Of gewoon de deur open doen, naakt, met een pot pindakaas op je hoofd en een komkommer in je reet. Oh, we zijn te laat. Satan is hier al. Satan is al gearriveerd. Goeiedag, ik zou graag met u willen praten over Jezus. Ja, ik zou ook eens met u willen praten over Jezus. Hij was hier gisteren, de kat is zwanger en heel toilet is ondergescheten. We gaan eens praten over Jezus. Goeiedag, vindt u het erg dat ik iets voorlees uit de wachttoren? Als jij het niet erg vindt dat ik diep in uw ogen kijk, mezelf afjas en je mama noem. Mama, 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 begin maar. Mama, mama, hoofdstuk 1. Mama, mama, ik kan niet wachten. Mama, mama, mama. Die komen nooit niet meer terug. Tips voor een beter leven. Nee, als ik het heb over gelovigen, heb ik het uiteraard over fundamentalisten. Hè. En wederom, als ik dat woord zeg, voelde al in de zaal mensen denken, hij bedoelt de moslims. Nee.
De paus is ook een fundamentalist. Pope Francisco de First, een beetje meer samba dan de vorige. Live la vida loca. Onze huidige paus komt uit Argentinië, de vorige kwam uit Duitsland en die daarvoor kwam uit Polen. Polen werd binnengevallen door Duitsland, Duitsland verloor de Tweede Wereldoorlog en trok naar Argentinië. Er blijft toch zo gurken aanhangen om de kerk, hè? De vorige paus was helemaal een schande, hè? Paus Benedictus, of zoals ik hem noemde, Ratzinger! Want dat past toch net een beetje beter bij wie hij eigenlijk echt was. Hè? Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid was het eens toepasselijk bij de verkiezing van een nieuwe paus dat de rook uit een schoorsteen kwam. Hè? Wat een akel, man. En de huidige paus, allee, Alex, die valt toch mee, dat ziet er een lieve mens uit. Die draagt een wit kleed, die heeft een trapezium op zijn kop en die noemt zichzelf de afgevaardigde van God op aarde. Iemand ene knuffel te weinig gaat als kind. Die zijn allemaal zot, man. Religieuze fundamentalisten zijn vreselijke mensen, want die zeggen de meest afschuwelijke dingen. En als je die erop aanspreekt, dan krijg je altijd hetzelfde antwoord. Dat is ons geloof. Dat is ons geloof. En je moet daar respect voor hebben voor ons geloof. Want onze heilige profeet Flabber de Flap heeft dat gezegd. En je moet dat allemaal maar goed vinden. Want dat is ons geloof en je moet ons geloof respecteren. Nu, ik respecteer ieder geloof. Zolang dat geloof ook van die kleine dingen respecteert als vrouwen gaan we niet onderdrukken. En homo's trappen we niet dood in het park. Wat denkt u? Kunnen we dat dan? In 2013? Ja, dank u. Genoeg civilisatie voor de mensheid. Hé? Want dat wordt maar populairder en populairder. Hè? Homo's ineenslagen, je leest dat veel. Hè? De Amerikanen hebben er zo'n mooie term voor, gay bashing. Die hebben altijd afschuwelijke, zo'n mooie termen voor afschuwelijk geweld. En zo gay bashing en happy slapping. Klinkt als de weekend om nooit meer te vergeten. En als je in dit land homo's, hè, er zitten hier ongetwijfeld in de zaal. Zitten hier homo's in de zaal? Roept die sluit op. Zitten. All right. Cool, cool, bangelijk. En wel, als jullie een pak slaag krijgen, dan mogen we maar hopen dat de mensen die u ineen aan het rammen zijn, blank zijn. Want dan zal de goede gemeente misschien nog wel eens boos worden, zijn stem verheffen en zeggen dat dat echt niet kan. Als het daarentegen over allochtonen gaat, spreken we ons er eigenlijk liever niet over uit. Allochtoon is trouwens ook een woord dat ik volgens de krant De Morgen, de stad Gent en de stad Amsterdam niet meer mag gebruiken, want we hebben nu al eufemismen nodig voor onze eufemismen. Binnen een paar jaar wordt het mime. Ja, het waren hij en ze hebben in elkaar ja, ik weet het ook niet meer. Wat moet er nog zeggen? Door de politieke correctheid swingt nu zo hard de pan uit in onze westerse wereld dat als ik hier het Sportpaleis zou uitwandelen en ik zou voor de deur een groep jonge allochtonen een homo zien ineentrappen, ik zou vol een bak mee op die homo gaan schotten. Oh, sorry man, ik zou er niet over zeggen, maar dan ben ik een racist en ik wil niet intolerant overkomen. Hè? Je snapt dat wel. Allee, tolereren hè jongens. Iedereen is van de wereld. Het feit dat het hier stil op blijft, het feit dat er hier mensen gechoqueerd op lachen, zegt eigenlijk al genoeg over hoe geconditioneerd dat wij nu zijn. Come on, heeft iemand zijn huidskleur, afkomst of keuze van godsdienst iets te maken met goed of fout? Wil homo's in elkaar slagen is toch fout? Daar kunnen we toch overeenkomen, denk ik? Niet? Hè? Ja, tuurlijk. Hè? Dat heeft toch niks te maken met iemand zijn huidskleur of zijn afkomst. Als jij dat doet of iemand anders, dat is gewoon fout. En er zijn ook mensen die, dat las ik ook in de krant onlangs, iemand die zei, geweld tegen homoseksuelen zou strenger bestraft moeten worden. Strenger dan wat? Geweld tegen iemand anders? Nou, dan wordt het ook gemakkelijk. Hè? Als we dan in elkaar aan het rammen zijn, begin ik gewoon, stop ermee, dat doet pijn, zit mijn nagels gebroken, serieus. Fuck, een homo, er stond zwaarder straffen op. Mannen, come on, rap, begon een hetero zoeken. Een hetero. Hou jij van musicals? Nee. Give me die ene, come on. Het is onzin, dames en heren, onzin. Die politieke correcte onzin. En dat is typisch aan de tijden waarin wij leven. Want het kan ook niet anders, want wij zijn door alles beledigd. Het is eender wat dat iemand zegt. Er zal wel iemand anders zijn dat zegt, dat doet mij pijn. Au. Zeg, sorry, dat doet pijn. De meest belachelijke dingen hebben ons al beledigd, dames en heren. De smurfen hebben al mensen beledigd. Onze kleine blauwe vriendjes. Kunt je het u voorstellen?
In Amerika zijn al die strips naar het Engels vertaald en de Amerikanen hadden een groot probleem met het album De Zwarte Smurf. Ik weet niet of je het weet, of je het kent. Gargamel betovert een smurf, die wordt dan zwart. Hè. Die bijt andere smurfen in de staart, die worden op hun beurt ook zwart. Een epidemie. Gruwelijke taferelen, dames en heren. Hoe zal grote smurf het allemaal weer gaan oplossen? Oh, ik durf de bladzijde haast niet om te slaan. Het is te spannend, snel. Drank en drugs, drank en drugs. All right, bladzijde 1. Kom aan, zwarte smurf, ik ben er klaar voor. Maar de Black Smurf kon niet in Amerika. Natuurlijk ook logisch. Als je denkt aan de Black Smurf, denk je natuurlijk meteen aan... Obama. Niet eens aan negers, nee, aan de opperneger. Nu, vooraleer ik verder ga met deze show, zitten er mensen in de zaal die een probleem hebben met het woord neger. De afgevaardigde van de zaal. Nee. Ik heb het even gecheckt bij iedereen. Alex, het is in orde hoor. De voorzitter van het Sportpaleis heeft besloten dat een neger een acceptabel woord is. Het is goed. Je kunt verder doen. Veel plezier nog met de rest van de avond. Echt niemand een probleem met het woord neger? Eerlijk. Iemand? Niemand? Nee? Ja, iemand riep ja, ik heb het gehoord. Ja, waarom? Zeg maar. Dat is een scheldwoord. Ja, ik hoorde niemand dat zeggen. Dat klopt, hè. Neger is een scheldwoord. En ik zeg dat niet vanuit de hoogte van, oh, wist ik al dat niet? Ik zeg dat ook al heel mijn leven. Als ik een zwarte mens zag, dan zeg ik, oh, daar een neger. Alleen niet zo, daar een neger. Allee, dat gaat er niet af, heb je dat gezien? Allee, kom, trek je zo'n foto op een neger? Allee. Zo niet, hè. Maar ik heb dat ook heel mijn leven gezegd. Maar dan heeft een vrouw mij er eens op gewezen in Nederland. Want in Nederland ligt dat woord veel gevoeliger dan bij ons. En daar zei een vrouw na de show tegen mij, Alex, neger mag je niet zeggen. Het is ontzettend beledigend voor die mensen. Ik zeg, mag ik eens vragen, mevrouw, wat is dan eigenlijk de officiële benaming? Zwarte. Zwarte. Door een zwetten. Dat klinkt in mijn oren niet gewassen. Well, come on. Ik zeg oké, mevrouw, ik begrijp het. Maar neger is eigenlijk afkomstig van het Portugese en Spaanse woord negro. Dat dan weer afgeleid is van de Latijnse stamvorm niger. En dat betekent zwart. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, hè. Maar ik snap het dat je het liever in uw eigen taal hoort. Dus ik zal vanaf nu niet meer neger zeggen, maar zwarte. Voor een of andere reden speel ik niet zo vaak meer in Nederland. Ik vraag me af hoe dat komt. Ik ben daar ook aanzienlijk minder populair dan hier. Wim Helsen en Philip Geubels, die zijn er heel populair. Die vullen daar alle grote zalen. En ik zo iets minder. Maar ik heb daar een theorie over. Ik weet hoe dat komt, hè. Nederlanders kennen namelijk geen sarcasme en ironie. En dan is het heel moeilijk als je naar een show van mij komt kijken. Ja. Ja. Volgens mij meent hij ieder woord dat hij zegt. Meent je dat nou? Jan-Jaap, meent je dat nou? Ja, dat lijkt me wel zo. Zegt het behoorlijk overtuigend. Dat krijg je ervan als mama en papa broer en zus zijn. Hè? Oh, nou, wel een applaus. Tuurlijk dat. Hè? Ik heb een veilige minderheid gekozen om mee te lachen. Dat is goed. Hè? De Hollanders. Maar ik wil niet iedereen over dezelfde kam gaan scheren. Maar er bestaat toch iets als een Hollanderkop. Weet toch wat ik bedoel? Je kunt er zo weer eens in gedenken. Dat is een Hollander. Hallo. Zo grote tanden, 2 meter lang, want als de dam breekt, blijft ons hoofd netjes boven water. Nederlanders, hè. Gek zijn ze allemaal. Onze noorderburen. Nu, de Black Smurf kon niet in Amerika. Weet je hoe dat boek daar heet? The Purple Smurf. De purperen smurf.
Laat dat nu toevallig de koosnaam zijn die mijn vrouw heeft gegeven. Ja, ja. Schatke, haal de purperen smurf nog eens boven, want de paddenstoel heeft dringend onderhoud nodig. All right. La, 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 la. The Purple Smurf. Als ik persoonlijk denk om de Purple Smurf, dan denk ik om Prince. Maar ze zijn weer een neger. Dan is de cirkel rond, maar het stopt niet. En het grootste probleem dat de Amerikanen hadden met de Black Smurf, was dat die smurfen elkaar in de staart bijten en zo elkaar besmetten. Dat heeft daar dus echt iemand gezegd. Hè? Ja, dit stripverhaal zegt overduidelijk dat zwart zijn een besmettelijke ziekte is. We weten toch allemaal dat zwart zijn geen besmettelijke ziekte is, mag ik hopen, dames en heren? Dat is een handicap, dat ziet helemaal anders. Hè? Oh, en een applaus, dat kan alleen maar Vlaanderen zijn. Hè? Oh. Negerkluchten, geweldig. Kuifje heeft trouwens ook een klacht gehad. Ik weet niet of je dat weet. Kuifje in Afrika is aangeklaagd wegens racisme door een Congolese man die hier in België woont met de welluidende naam Bienvenue Mobutu Montondo. Dat moet ook een moeilijk moment geweest zijn op het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding wanneer ze die mensen over de vloer kregen. Goeiedag meneer, ik zou graag een klacht willen indienen tegen dit boek Kuifje in Afrika wegens racisme. Geen enkel probleem meneer, mag ik uw naam even noteren alsjeblieft? Jazeker, Bienvenue Mobutu. Waarom lacht u? Dit is mijn zus, Bonsoir Mandela. Nee, 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 nee. Ik zal u even doorverbinden met mijn collega uit Rusland, Ivan Fokov. Nu, ik moet toegeven, ik heb het boek Kuifje in Afrika nog eens opnieuw gelezen. En Bienvenue Mobutu heeft wel een beetje gelijk. Hè. Er staan wel een aantal tekeningen in Kuifje in Afrika waar ik van denk... En vooral eentje is me bijgebleven van een groep zwarte jongens die een locomotief overeind aan het duwen zijn, terwijl de bijzonder spierwitte hond Bobby erachter staat en naar die gasten roept... Werken, luilakken! Beetje fout, hè? Stiekem toegeven dat ik wel eens voor één dag zo'n hond zou willen hebben. Gewoon mij wat amuseren, zo gewoon rondwandelen in Borgerhout. Werken, luilakken! Allee, dat zegt hij na thuis nooit. Allee, Bobby, wat zeg je daarna? Sorry, meneer, racistische praten. Allee, Bobby, jongen, hoe is dat nou toch mogelijk? Hier in een koekske manneke, goed gedaan, goed gedaan. Op naar de volgende straat, lachen. Je weet trouwens dat uw hond officieel een racist is als je een anders gekleurde mens tegenkomt en dit doet. Dan heb je hem niet fatsoenlijk opgevoed. Hè? Zo, foei Bobby, dat is geen kaka. Je kent toch het verschil tussen negers en kaka? AIDS. Oh, durf niet te applaudisseren. Durf niet. Kom op, nee. Kom op, stop. Stop nu, kom aan. HIV is het enige positieve in die mensen hun leven. Het godverdomme, een klein beetje respect. Je voelt het al, het begint los te komen. De helft van de zaal zo, ja, godverdomme, ja. De andere helft, meent hij dat nou? Oh, geen idee van. Hij zegt het zo overtuigend dus. Zo'n hele foute grap, dat besef ik wel. Maar mag ik eens één ding vragen? Is er eigenlijk iets mis met foute grappen? Hè? Ik bedoel, want zien wij dat niet meer in? Hebben wij helemaal geen gevoel voor humor meer? Gaat dat niet? Ik bedoel, het is toch perfect mogelijk voor het menselijke brein om te kunnen lachen met iets waar ik het in principe niet mee eens ben. Dat kan toch? Niet? Betekent het nu echt dat als je een racistische grap vertelt... Of als je lacht om een racistische grap, betekent dat dan dat je een racist bent?
Nee, tuurlijk niet. Dat hoeft helemaal niet. Soms zijn dingen gewoon grappig en moeten er ook niet verder over nadenken. Dat is ook onzin. Mensen gaan altijd lachen met mekaars verschillen. Zo zit dat nu eenmaal in mekaar. Daar moet u niet te druk over maken. Sommige van de meest foute grappen zijn de grappigste, helaas. Ik hoorde er een op café. Oh man, ik wou dat ik ze zelf verzonnen had. Oké, hier kom. Ik heb echt in mijn broek gescheten van het lachen. Deze was fantastisch. Hoe wordt een neger 's morgens wakker? All right! Oh, fuck. Gefeliciteerd, jullie zijn allemaal racisten. Ja, welkom in mijn wereld. Oh, het is allemaal zo gemakkelijk, dames en heren. Je zit het sneller dan je denkt. Ja. Ach ja. Dat is allemaal die politieke correctheid, hè, man. Ik word er zot van. Want dat is de grootste ziekte van onze westerse wereld. Die politieke correctheid. Dat hypocriet gedoe, die intellectuele armoede. Het kind een andere naam geven en dan gaan we allemaal doen alsof het een ander kind is. Dat nooit alleen maar zo symptomen een beetje aanpassen en ons nooit bezighouden met het echte probleem. En dan ons eigen een schouderklopje geven van, we hebben het toch goed gedaan. Hè? Dat woord allochtoon. In Gent, ja, wij zijn niet meer allochtoon. Dat doen wij niet meer. Hè? Wat zeggen jullie dan? Turks Gentenaar? Of Marokkaans Gentenaar? Ja, waarom niet gewoon Gentenaar dan? Dat is een bruin man, hè? Hallo. Wat een bullshit, man. En even tussen haakjes. Sinterklaas? What the fuck? Gaan we het echt doen? Hé? Gaan we daarom beginnen? Is het zover? De Verenigde Naties doet er een uitspraak over Sinterklaas. Hoe lang zit al met uw vinger in uw fucking neus over Syrië? God is van uw reet afkomen en die mensen helpen. Daar is iets aan doen. Hè? Sinterklaas, dat is veel belangrijker. Zwarte Piet, dat kan niet meer. What a fuck you. Godverdomme, man. Zot word ik ervan. Sinterklaasje, kom maar binnen zonder knecht. Alleen dan. Zo'n oude man, die kan die zakken niet dragen. Dat gaat niet meer. Hij had geen cadeautjes dit jaar, want de Sint heeft zijn heup gebroken. Dat komt er niet meer van. Alsof dat Zwarte Piet zo'n slecht rolmodel is. Een neger dat werkt. Waar komt dat nog tegen? Wat een bullshit, man. Zwarte Piet gaat me achter. Syrië, wat denkt Amerika? God is ingrijpen? Are you gonna bring some of your democracy over there? Hey man, that's brown people with no oil. What the fuck are we gonna do over there? Ja, zo gaat het met de democratie van de Verenigde Staten. Oh, man. In Amerika is het zelfs zo erg dat ze nu een versie hebben uitgebracht van het boek Uncle Tom's Cabin, waarin het woord nigger vervangen is door de term African American. Dat is een boek over slavernij. Vreemde taferelen op de katoenplantages. Pick that cotton, you African American citizen. Dat slaagt nergens op. Ja, dat slaagt op de neger met een zweep, maar dat is een ander verhaal. Maar wat is de volgende stap? Ja, dat ze het afzwepen ook politiek correct gaan maken? Dat ze dat gaan proberen goed te praten? Ja, hoe doe je dat? Hoe maakt iemand afranselen met een zweep sociaal aanvaardbaar? Kan maar op één manier, wat mij betreft. FM. Zo'n vrouw direct FM. Zo'n man ernaast met een bal in zijn mond. Zwijg, het codewoord is banaan. Waarom weet ik dit? Maar je hebt gelijk, hè, SM. Dan moet het een beetje kinky gaan maken als je iemand afzwepen oké wilt maken. Hè. Pick that cotton, you African American citizen. Oeh. Slap my ass again. Pick that cotton, you African-American citizen. Oh, slap my ass, slap my ass, slap my ass. I'm going to my happy place. Mama say, mama say, mama kusa. Mama say, mama say, mama kusa. Uncle Tom's Cabin. Het boek dat destijds zo mooi vertaald werd naar het Nederlands als... Zeg maar de...
De negerhut van oom Tom, dames en heren. Het was niet zomaar een hut, het was een negerhut. Want we weten allemaal, als een neger in een hut gaat wonen, dan wordt die hut ook een neger. Dat is besmettelijk, zoals bij de zwarte smurfen. Dorpen vol zwarte huizen met dikke neuzen, dikke lippen, kroezelhaar, botten er doorheen in. Mabale, 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 negerhut. De titel van het boek was Uncle Tom's Cabin, de hut van oom Tom. Niet Uncle Tom's Nigger Cabin. Slechte vertaling, man. Come on. Doel, het achterhuis is toch ook nooit naar het Engels vertaald als The Jewish Diary of Anne Frank the Jew. Who was a Jew with a big nose, curly hair? If I were a rich man. By the way, did we mention she was Jewish? Shh. Money, money, money. Barbara Streisand. Slechte vertaling. Ah, kijk eens aan. Het magische woord Jood is gevallen en alle politiek correcte anussen hebben zich spontaan vacuüm gezogen aan de theaterstoelen. Hij gaat toch geen grappen maken over Joden? Oh, jawel. Natuurlijk, natuurlijk. Ik discrimineer niet, dames en heren. Bij mij krijgt iedereen ervan langs. En ik zeg altijd tegen mezelf, Alex, je zou geen grappen meer moeten maken over Joden. En mensen denken dat ik een probleem heb met het Joodse volk. En dat klopt niet. Ik heb een probleem met volk in het algemeen. Ik ben een misantroop. Ik haat iedereen. Hè? Maar de Joden doen altijd heel hard hun best. Hè? Zo heel ambitieus volk is dat altijd. Zo haantjes de voorste zijn het. Elke keer dat ik tegen mezelf zeg, ik ga in mijn nieuwe show geen grappen meer maken over Joden, dan doen de Joden weer zoiets waar ik van denk... Dus, here we go again. Afgelopen jaar had er iemand op een hefkraan aan de Antwerpse haven... iemand had daar een Palestijnse vlag op geschilderd. Meteen een klacht van mijn goede vriend Michael Freilich en Joods Actueel. Dat kan niet! Die Palestijnse vlag die kwetst het Joodse bevolking. Dat doet ons pijn. Het brandt in mijn huid. Ah, I'm melting. En die vlag is meteen verwijderd. Weer een teken van de tijden waarin we leven. Hè? De klager krijgt altijd gelijk. Waar komt het idee vandaan dat als jij je ergens door gekwetst of beledigd voelt, dat je meteen in je recht bent? Waar komt dat idee vandaan? En dat is heel gevaarlijk, want dat zorgt ervoor dat een hele kleine minderheid het kan gewoon verkloten voor een hele grote hoop mensen. De Sinkse Voor gaat binnen een paar jaar niet meer door in onze stad omwille van 6 mensen die dat vinden dat stoort, die marginale vrienden. Maar los, dat raam kan niet om, je moet dat weg. Dat stinkt, dat is zo de geur van geen geld. Dat is vreselijk. Weg ermee. We willen daar een jachthaven, zendige tempels, wat hebben we gedaan met dat volk, zo gedoe weg. Die zijn er gewoon wonen, toen de Sinkse Voor daar ieder jaar stond. Als je dan belt en klaagt, zou ik zeggen, ah, u wist dat al voor u daar ging wonen? Ja, verhuis. Fuck off. Dank u wel, come on, man. Heel gevaarlijk, dat is heel gevaarlijk, hè. Maar ja... Dat heb je ervan. Hè? Die Palestijnse vlag is meteen verwijderd. Meteen. Die Palestijnse vlag kwetst het Joodse volk. Op dezelfde manier dat het Joodse volk Palestina kwetst wanneer die zeggen, vanaf vandaag gaat Israël tot hier. Nee, tot daar, tot daar, tot daar dan. Maar jullie stelen ons land. Stop maar met klagen. Of we sturen de Verenigde Staten op u af. En Europa volgt wel als het afgerichte schoothondje dat ze zijn. Maar dat is onrecht. Onrecht? De Holocaust, dat was onrecht. Oh ja, dat is waar. Sorry, ik was het even vergeten. Ik had er dit jaar geen film over gemaakt. Heb ik nu één ding gezegd dat niet waar is? Sportpaleis. Dat van die Piet in mijn eigen gat, dat was misschien een beetje overdreven. Bekende dingen zegt dat niet waar is. Nee, maar voelt de sfeer in de zaal. Voelde dat? 14.000 man en golle zit hier allemaal.
En dat is alleen maar als het over de Joden gaat. Hè? Er juist, wow, negers, negers. Marokkanen, Marokkanen. Holland, Hollanders. Joden. Nee, Alex, dat moet je niet doen. De Joden hebben vroeger iets heel ergs meegemaakt. Ja? Want die zwarten en hun slavernij, wat een bende aanstellers waren dat allemaal. Hè? Het is altijd twee maten en twee gewichten. Hè? En vooral als het over het Joodse volk gaat. In de media, dat is ongelooflijk. Het Joodse volk kan uitspraken doen in de media waar geen enkel ander volk op de planeet nog maar aan zou moeten denken om dat soort uitspraken te maken. En zo was er een toespraak aan de hogeschool in Mechelen afgelopen jaar. Een voormalig Israëlisch minister had er een toespraak gehouden. Die had een zin gebruikt in die toespraak. Ik was er niet goed van. Ik dacht, ja, dat is de kern van het probleem. Die man zei namelijk, antisemieten, jodenhaters, vervangen het woord jood door de woorden Israëli of Zionist en kunnen zo onder het mom van een politiek debat ongestraft het Joodse volk blijven beledigen. Moet ik hem nog eens herhalen? Alright. Antisemieten vervangen het woord Jood door de woorden Israëli of Zionist en kunnen zo onder het mom van een politiek debat ongestraft het Joodse volk blijven beledigen. Dat is een hele straffe zin. Vooral omdat ik in de media heel vaak precies het tegenovergestelde zie gebeuren. Ik zie namelijk heel vaak afgevaardigden van het Joodse volk de woorden Israëli en Zionist vervangen door het woord Jood, zodat in een politiek debat enige vorm van kritiek op Israël of Zionisme meteen gelijkgesteld kan worden met antisemitisme. Niet echt een Alex dat we verwacht hadden vanavond. Wacht even. Een helikopter. Is this the way to Amarillo? I've been sleeping, hugging my pillow, and dreaming dreams of Amarillo, where sweet Maria waits for me. Sha-la-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la-la. En zover zijn we verwijderd van... Dat is allemaal niet zo moeilijk, hè? He, populisme, dat is kijk, als je er een beetje goed uit ziet, je vertelt mensen wat ze willen horen, je hebt een beetje een goede outfit, een goede leak bij, dan trappen we er allemaal in. Ik en ook. He. 1935, Duitsland, dat moet één gigantische polonaise geweest zijn. Also, tolle klamotten. Schöne Stiefel auch. Das Logo ist auch super cool. Das hat er ja gut gemacht, der Adolf. Also, Party, Party, till the break of dawn. 10 jaar later, ja, wir hatten das nicht gewusst. Wir hatten die Gaserechnung ontvangen und das war ein bisschen hoch. Entschuldigung. Met heel die lange zin van der juist wou ik eigenlijk gewoon iets heel simpel zeggen. Ik vind namelijk dat het Joodse volk in de media iets te snel mensen beschuldigt van antisemitisme, van jodenhaat. Dat klopt niet. En lachen met Joden is niet gelijk aan antisemitisme. Kritiek op Israël is niet gelijk aan antisemitisme. Ik zal zelfs nog een stap verder gaan. Lachen met de Holocaust is niet gelijk aan antisemitisme. Hetgeen dat ik net in de show heb gedaan, was kritiek op Israël. Hetgeen dat ik nu ga doen... Dat is antisemitisme. Sportpaleis, hebben jullie zin in een gezonde portie antisemitische humor? Dank u wel, geweldig, want ik ging er net aan beginnen. Goed, nu, ik woon in Antwerpen tussen de chassidische joden, de ultra-orthodoxe joden, de gekste van ze allemaal. En een rabbijn in Antwerpen heeft een tijdje geleden een oproep gedaan aan de chassidische gemeenschappen in Londen en in New York met de vraag om alsjeblieft mensen richting Antwerpen te sturen. Want de gemeenschap in Antwerpen wordt te klein. Alle chassidische joden beginnen familie van elkaar te worden. En dat is niet zo goed als iedereen familie van elkaar wordt. Je weet wat er dan gebeurt, dan krijg je West-Vlaanderen. Niet zo goed, hè?
Ogen om dicht bij elkaar staan, wenkbrauwen sluiten naadloos aan en van die kleine lichamelijke functies als richtingsgevoel verdwijnen als sneeuw voor de zon. De Chassidische Joden zijn de duiven van Antwerpen. Die mensen wandelen in patronen die geen gezond mens kan onderscheiden. Als ik in Antwerpen door de Lange Leemstraat rijd en er steekt er een de straat over, ik weet nooit wat er gaat gebeuren. Ik rijd er elke week bijna een omver. Kunt u het voorstellen dat ik een Jood omver zou rijden? Met mijn reputatie. Ten eerste Peter van Asbroek. Nee. Zal u leren van mij uit te lachen. Het is een diadeem. En ten tweede, zie je de krantenkop al. Alex Agnew rijdt Chassidische Jood aan. Dat krijg ik nooit aan de pers uitgelegd. Dat ik dat niet expres heb gedaan. Maar ik had hem niet gezien. Ik kwam van achter een auto. Die pijpen krullen door mijn ventilatiesysteem. Als ze dan toch krullen om de zijkant van hun kop gaan laten staan, dat ze die dan op zijn minst gebruiken om de richting aan te geven. Dat ik weet nou waar dat ze gaan. Richtingsgestoord. Dan krijg je al bijna respect voor de nazi's. Nul hoe ze die gasten ooit in een rechte lijn de gaskamers hebben ingemarcheerd. Ik zal het nooit begrijpen. Nooit. Geradeaus. Ja, Gunther, dat is ja wieder ein Weg. Hier, Vogelzaad, Vogelzaad, ja. Volg mir, Vogelzaad, ja. Unter die Dusche, unter die Dusche. Dit was antisemitisme. Heb je het verschil gevoeld? Heb je het verschil gevoeld, Antwerpen? Heb je het verschil gevoeld? Het een is kritiek op Joden, het ander is racisme. Dat is niet hetzelfde. En vooraleer je iemand gaat beschuldigen van racisme, antisemitisme of het is eender welk ander fucking isme, kun je misschien nog beter heel zeker zijn van de context waarin die persoon dat heeft gezegd. Want dat is best heel belangrijk. De context. Hè? Iets waar mijn goede vrienden de media zich totaal niet meer mee bezighouden. En waarom zouden ze ook? Want hoe meer je een verhaal gaat nuanceren, hoe meer je het hele verhaal gaat vertellen, hoe minder spectaculair het is. En hoe minder spectaculair, hoe minder verkochte kranten, hoe minder bekeken tv-programma's, hoe minder ruimte voor adverteerders die u dan kunnen wijsmaken dat Silent Bang echt werkt. Silent Bang, bang! En weg is het geld. Huh? En ik gebruik al jaren Mr. Proper. Nog nooit een kale bodybuilder mijn kot komen kussen. Nog nooit. Leugens. Het zou ook raar zijn dat hij er ineens wel zou staan. Hallo. Schat, er stond een kale bodybuilder in de keuken met een oorbel in zijn rechteroor. Dat is overduidelijk gay. Stond ik waarschijnlijk 5 minuten daarna in beenverwarmers de neffen. Cause I'm girl crazy. Waarover gaat deze show? Ik weet het. Ach ja. Context is belangrijk. Ik bedoel, stel je voor dat er iemand in de zaal net dat stukje over de Chassidische Joden heeft opgenomen. Alleen dat fragmentje. En die zet dat morgen op YouTube. En je ziet dat. En je kent mij niet. En dat is het eerste dat je van mij ziet. Dat één filmpje. Ja, wat denkt je dan? Vind ik leuk! En waarschijnlijk van, maar mijn god, Alex Agnew, dat is verschrikkelijk. Dat is racistische humor, dat is extreem rechts, dat is antisemitisch, dat is vreselijk. En die persoon in de zaal mag het ook geen 10 seconden vroeger zijn beginnen opnemen, want dan hoorde mij zeggen, Sportpaleis, hebben jullie zin in een gezonde portie antisemitische humor? En jullie doen allemaal... Waaah! En hij speelt nog in een zaal vol nazi's ook nog, maar het is vreselijk. Antwerpen, nog rechtser dan we dachten. Het is verschrikkelijk daar. Dus context is best wel belangrijk, denk ik.
En nu, ik kan het snappen dat er mensen zijn die niet kunnen lachen met mijn humor. Ik kan er ook, ze zullen waarschijnlijk mensen naar huis gaan vanavond en zeggen, maar wat die allemaal zei, wat vind ik niet. Ongetwijfeld. En waarom ook niet? Dat is, je hebt recht op je eigen mening. En dat maakt mij ook niet uit. Maar één ding moet ik wel zeggen. Zelfs de meest genuanceerde mensen in de zaal, de mensen die de gulden middenweg bewandelen, die overal over nadenken, die alles nuanceren, zelfs die mensen gaan toch moeten toegeven dat Israël een klein beetje een probleem is. Nee? Rustige regio. Daar hoorde nou niks van op nieuws. Hè. Dat gaat vanzelf. Hè. En ik heb het ook te doen met het Joodse volk, want hier heb je ook weer een waarheid die waar mensen het niet van leuk vinden dat je ze zegt. Maar Israël zou, als ze niet de steun hadden van de Verenigde Staten, dan was Israël al lang van de kaart gevaagd. Hè. En de Amerikanen, dat is heel die hun politiek in het Midden-Oosten, is Israël. Hè. En dat is een probleem. Ja, en ik begrijp het ook wel. Hè. The Americans think it's very important to support the state of Israel, because we think it's important that the Jewish people have a country they can call their own, where they can live free from persecution, have their religion, practice their own religion, and have a democracy, which is very important for us to have a democracy strategically placed between all of those Muslim countries we're trying to keep our eyes on, so we can send the Israelis some weapons they can use on the Palestinians, and if they work, we can start bombing Iran or Pakistan. We don't know which one we're going to start bombing first. One of them and countries, you know. Apparently Pakistan and Iran have nuclear weapons. We're not really sure. Hey, we didn't know about Iraq either, but that didn't fucking stop us. Because that's what we do with them brown countries, right? We bomb the shit out of them, replace their government with a government that's more sympathetic to our needs, which means they sell us oil at reduced prices, so we can fill up our huge cars to cart off our big fucking fat kids to the mall, and that's the way our economy works, because that's all you do with them brown countries, right? You bomb them into the Stone Age, suck the oil out of the ground, because that's all them sand niggers are good for anyway. Can I hear an amen? Praise Jesus. Amerika. Dank u wel. Amerikaanse buitenlandse politiek. En daardoor helaas ook die van ons. Hè. En ik heb sympathie voor Israël, want ook die mensen die daar wonen, die jongeren daar, als je daar nu 17, 18 bent, die willen die een oorlog helemaal niet. Die erven die een oorlog van hun voorouders. Die gaan ook altijd moeten blijven vechten. Israël gaat nooit vrede kennen, want Israël is omringd door vijandelijke landen, door moslimlanden. En als er één volk, één cultuur, één godsdienst is waar je absoluut geen gezeik mee wilt, dan is het wel met moslims. Want moslims, dames en heren, zijn geen klagers, zoals wij hier in het Westen. Moslims zijn doeners. Heb je een probleem met moslims? Daar kom je vrij snel achter. Geloofde me niet? Test het eens uit. Hè? Stap eens op een tram als er twee moslimjongeren naast elkaar zitten, gewoon er naartoe gaan en roep er iets naar. Hé, hey! Sta eens recht. Kom aan, maak dat je wegkomt, want ik ga daar zitten op deze stoel en wel onmiddellijk. Welke reactie denkt u dat je gaat krijgen? Natuurlijk, meneer. Zet u. Appelthee. Mijn zus. Of B. Grand probleem, of wat? En je wordt wakker in het stadspark van Antwerpen met groene knieën, pijn in uw reet en mensen noemen u Fatima voor een of andere bizarre reden. Ik gok op B. Ja, ik heb dat eens geprobeerd. Ik kwam erachter. Ik werd wakker in het stadspark van Antwerpen, omringd door de homo-prostituees. Goh, het. Ik weet niet hoe ze dat in uw poep gekregen hebben, ze. Maar dat doet zelfs bij mij zeer. Mijn scheten klinken zo. Als ik naar de wc ga, mijn kak valt er gewoon uit. Moet zelfs niet meer vegen, trok de rand niet meer. Als de wind waait... Denken ze dat de boten aangekomen zijn. Het is niet normaal. Als je ons op een rij zit met ons poep in de lucht, kunnen de kleine indianen op ons gat laten blazen. Nu om mee af te sluiten vanavond, dames en heren, de islam. De islam, hè, de enige godsdienst waar ik nog niet uitgebreid over ben bezig geweest.
En we zullen het maar zeggen zoals het is. De westerse mens vertrouwt de islam niet. Ik bedoel, nee, je moet niet applaudisseren, dat is geen goede zaak. Maar dat is gewoon hoe dat het is. Hè. De westerse mens vertrouwt de islam niet. Wij hebben er schrik van. We hebben schrik van moslims. Alle andere godsdiensten interesseren ons geen hol. Maar vanaf het moment dat moslims iets doen, zijn wij direct bang. Hè. Op onze achterste poten. Zo. Ik merkte dat weer heel hard toen ze aankondigden dat ze in Antwerpen een supermoskee gingen bouwen. En dat zijn ze van plan. Weet je wat ik bedoel, supermoskee? Zien ze wat mensen naar mij zien? Oh, is dat een moskee met een cape aan of wat? Inderdaad, dat is een gebouw met een cape. Supermoskee. SM. 50 Shades of Brown. Nu, wat denkt u? Een supergrote moskee met alles erop en eraan in Antwerpen. Goed idee, ja of nee? Nee, waarom niet? Waarom niet? Wat? Nog meer van ons geld weg. Ja, want we hebben het al besteed aan zo'n goede dingen tot hiertoe. God damn it, man. Nog meer van ons geld weg. Zeg. Even op mijn iPhone van 800 euro kijken hoeveel geld dat ik nog kan wegsmijten. Ik heb een fucking telefoon op zak die krachtiger is dan de computers die de eerste mensen op de maan hebben gezet. Maar toen kijk ik ermee. Vind ik leuk. Fuck. Geen moskee in Antwerpen? Ja of nee? Nee? Ik snap dat niet. Ik weet niet waarom niet. We hebben toch twee synagogen. We hebben een Anglicaanse kerk, we hebben een Protestantse kerk. We hebben alles. Een grote moskee, waarom niet? Ik weet het niet. Waarom niet? Wat? Geen schoon liekes. Moesten er moslims in de zaal zitten? Je hebt het gehoord, hè? 'S Morgens vroeg niet, Allah Akbar. Nee, gewoon er gaan staan en... Ja, dat is een goeie leek. Daar wil ik na eens voor opstaan. Dat is fantastisch. Nu, ik moet zeggen, als ik buiten Antwerpen speel en ik zeg dat ze een moskee gaan bouwen in Antwerpen, dat interesseert niemand iets. Dus ik moet de moskee altijd verplaatsen naar de plek waar ik die avond aan het spelen ben om een reactie uit het publiek te krijgen. En dan heb ik reacties gekregen, man. Alle dingen die ik nu ga vertellen zijn echt geroepen in zalen waar ik de afgelopen 2 jaar heb gespeeld. Echt gebeurd, heb ik niet verzonnen. Oké, ik stond in de Warande in Turnhout. En ik vroeg daar ook, stel je voor dat ze naast het culturele centrum een moskee zouden neerzetten. Waarop iemand in de zaal riep, er staat al een gebouw naast het cultureel centrum. En dat is perfect geschikt voor die mannen. De gevangenis. Waar gebeurt vooral? Serieus, ik meen het. Waanzin. Waanzin. Wacht, het wordt nog beter. Het wordt nog beter. Ik stond in Wustwezel. Daar riep iemand in de zaal. Die supermoskee, ik vind dat een zeer goed plan. Ik zeg, amai, gefeliciteerd. Jij bent de eerste die dat zegt. Oh ja, dan heb je maar een vliegtuig nodig, hè. Waanzin. Dat is echt gebeurd, hè. Wacht, oh, deze vond ik ook fantastisch. Het moet eens gedaan zijn met de verering van de koraal. En zoals jullie allemaal weten, dames en heren, moslims aanbidden de koraal. Vandaar als je voorbij een aquarium wandelt, dat die allemaal zo... Allah Akbar, Allah Akbar. Die doen dat, hè. Je weet dat niet meer. Die zijn zat. Ja, volgens die mens in de zaal was de Kaaba in Mekka, de heilige steen waar de moslims 7 keer omheen moeten lopen tijdens hun bedevaart, de Hajj. Dat was geen vierkante blok steen, dat is gewoon een gigantische visbak met een koraalrif in. Maar dat is mega grote koraal, man. Ahmed, soef, soef, daar paling, heb je die paling gezien? Hey, mukti, die dikke vis, voilà, die trekt op pa, jongen. Oh, Allah is groot, maar de visbak is groter. Godverdomme, want dat fuck, kracht op mijn rug. Is... De koraal. Man.
Deze vond ik ook geweldig. Supermoskee, dat nooit. Ze mogen al genoeg, de moslims. Zeg, wat mogen ze dan? Hier rondlopen? Ja, inderdaad. Ze hebben het al veel te makkelijk in ons land, die moslims. We zouden er af en toe eens op moeten kloppen met een kleine stok. Hè? Op straat zo. Hey, hey. Je moogt al genoeg. Je moogt al genoeg. Voelt u maar niet te hard op u gemak in ons land, vieze bruine mens. Je moogt al genoeg. Genoeg, zeg ik u. Genoeg. Wat verdomme mijn kloten. Maar het beste antwoord van allemaal kwam wederom uit West-Vlaanderen. Daar riep iemand in de zaal. Je moet die moskee saboteren. Zeg, sorry. Saboteren. Zeg, wat moeten we dan doen? Varkens in de grond planten. Dat kunnen ze toch niet opbouwen, hè? Saboteren. Varkens in de grond planten. Is dat een agrarische oplossing voor het migrantenprobleem? Dat je rondwandelt in West-Vlaanderen, je ziet zo'n boerenvarken in de grond duwen. Niet tegenstribbelen, het is voor een goed doel. Wat zit je aan het doen, vriend? Varkens aan het planten. Dat is tegen de Marokkanen. Ja, dat groeien hier in Marokkanen, hè? Want beter in Antwerpen ook wat meer varkens geplant. Er groeien overal Marokkanen. Als onkruid tussen het trottoir. Oeh, een Marokkaan. Oeh, nog een Marokkaan. Fotosynthese. Het is herfst, de Marokkanen vallen van de bomen. Het is hier verschrikkelijk. Varkensplanten in de grond. Zie je mij binnenkort al rondwandelen door Borgerhout met een varken onder mijn arm? Wacht maar, jongen, wacht maar. Dat zal wel zijn. Een witte hond achter mij. Werken, luilakken. Inderdaad. Zeg het zo maar eens goed, Bobby. En iemand enig idee wat de grootste klacht was van de Antwerpenaar over de komst van de supermoskee? Lawaai, inderdaad. Al dat lawaai. Om 6:00 's morgens. Hallo, Akbar. Hallo. Een uur later, hallo, dat is toch niet normaal, ze maar roepen en tieren op een toren, dat doen ze toch niet in geciviliseerde landen, dat door de kerk toch ook nooit doen. Woont er toevallig iemand in de buurt van een kerk? Ik wel, elke morgen, of mijn persoonlijke favoriet, ding, dang, ding, dang, 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 ding. En als het 12:00 is, ben je behoorlijk in de aap gelogeerd. Een prachtige uitspraak trouwens, hè? In de aap gelogeerd. Waar halen de Nederlanders het toch vandaan? Hè? Op vakantie geweest, ja, ja. Waar heb je gelogeerd? In een aap. Hè? Beetje krap. Hè? Mama, die aap loopt raar. Ja, ik heb logees. Hè? Visite, visite, een aars vol visite. Nederlanders zijn gek. Wat is dat toch met gelovige mensen en dat die u nooit gerust kunnen laten met al hun gezeik? Hè? Ik wakker, iedereen wakker. Bling, bling, bling. Mag toch niet poepen. Bling, bling. Kan al geen misdienaar niet meer vingeren of iedereen begint al te klagen. Bling, bling. Ik geleven, niemand te leven. Ik geloof niet in God. Ik val er toch niemand mee lastig. Ik kom toch niet om 6:00 's ochtends op mijn terras staan. Goedemorgen, buren, vrienden en omwonenden. Ik geloof niet in God. Er is geen hemel, er is geen hel. We gaan onder de grond, we zijn voer voor de wormen. En de enige zin die je leven heeft, is de zin die jij er zelf aan geeft. Bedankt voor het luisteren. Binnen een uur ben ik hier terug. Dag! Dankjewel. Maar come on. Dat is nou 2 zinnen een bloempot tegen uw bakkes. Hè? En terecht. En als allerlaatste opmerking van de avond. Ze hebben nu in New York op Ground Zero. Daar zijn ze nu een nieuwe toren aan het bouwen.
Maar ze hebben daar ook een universele gebedsplaats geopend. Van alles dat ze daar hadden kunnen neerzetten, is het de universele gebedsplaats geworden. Ik had een Starbucks nog leuker gevonden. Hè? Of zoals iemand in West-Vlaanderen riep, een landingsbaan. Oh, man. Als je daar piloot bent, zo'n valse baard op plakken, kom op, man, we gaan lachen. Die infidels! Hey, man, it was a joke. Come on. Happy Halloween. Maar ja, een universele gebedsplaats. Weet er iemand trouwens wat ze daar eerst wouden gaan neerzetten op Ground Zero? Moskee, ja, dat klopt. Hè? Een imam in New York had een aanvraag ingediend voor de bouw van een moskee op Ground Zero. Hij had gezegd dat het zou blijk geven van erg veel tolerantie van de Amerikanen als wij daar een moskee zouden mogen neerzetten. Nu, dat is wel het minste dat je kunt zeggen, denk ik. Hè? Maar aan de andere kant, Amerika is toch zo trots op het feit dat ze een christelijk land zijn. Hè? En waar stond Jezus Christus het meest onbekend? Vergiffenis. Hoe zou het geen mooi gebaar zijn van de Verenigde Staten naar de islamitische wereld toe zijn als ze zouden zeggen, hey, no hard feelings. Now we know you guys aren't all a bunch of terrorists. Most Muslims are good guys, just like everybody else. So if you want to build a house of worship, you can do it here in New York on Ground Zero in the name of forgiveness and tolerance. Geen volledige overtuiging hier in de zaal, hè? Nee. Ik snap het ook wel. Hè? Dan moeten ze tolerant zijn naar iedereen toe. Ik vind dat ook. En dan moeten ze tegenover die moskee een synagoge zetten. Hè? Daarnaast een christelijke kerk. Daartegenover een boeddhistische tempel. Daar even een oerenkot. Hè? Daartegenover een homobar. En weet je wat? We doen een beetje zot. We laten wat West-Vlaamse boeren het random wat varkens planten in de straat. Van, wacht maar, het zal hier gedaan zijn met die Marokkanen binnen een paar jaar. Hè? Terwijl Bienvenue, Mobutu, Montondo en Kuifje hand in hand door de straat komen gehuppeld, op de voet gevolgd door een horde bakfietsers, een bende Hare Krishnas en een rij zwarte smurfen, geen purperen, zwarte smurfen, die iedereen die ze tegenkomen in de reet bijten. Dan worden die mensen ook zwart. Wordt iedereen zwart. En tot slot huppelt er een witte hond voorbij die roept, werken luilakken! En we noemen het de Zonder Haatstraat. Sportpaleis, dank u wel! Mensen van achter! Mensen in het midden. Dank u wel, dank u. Relax nog heel even. God even zitten. Al die mensen die nu naar buiten gaan. Het is gedaan. Nee, ik ga nog even voortdoen. Ha. Godverdomme, ons plutsen kwijt. Dan moeten we terug. Het is toch niet waar, zeker. Hè? De deur hier al 2 uur. Moeten we nog gewoon zitten. Ik moet al zaken van de eerste 5 minuten. Met zijn eerste moppen. En zo dadelijk staande ovatie ben de luie klootzakken. Hoe is het mogelijk in godsnaam? Hoeveel beter moet het nog worden? He, parels voor de zwijnen is het hier allemaal. Dat vind ik ook. Ik had het niet beter kunnen zeggen dan... Dat zegt toch alles. He, vind je dat niet? Wat een poëet. Ja, nog een. Zijn broer. Om de andere kant. Communicatie. Via walvissen. No. Dat was in het walvis. Wat doe ik hier? Dat sportpaleis. Ik heb water nodig. No. De andere kant. Ik weet het ook niet. Ik ben hier ook gerokt. Ik zat vast op de riek. Alles is hier een baanvak in Antwerpen. Het is belachelijk.
Mijn god, ze kweken. Het worden er meer. Wat is het allemaal, jongen? Wat is het allemaal? Goed, ik zal eindigen met een beetje flauwekul, want ik besef dat deze een beetje een zware show is. Mijn laatste show, ik voel dat ook heel hard. Dat is zo heel hard beuken op de wereld. En zo ben ik gewoon. Ik ben wat ouder geworden, ik weet het ook niet. Mensen hebben misschien liever van... Oh, nee, vroeger deed je zoveel... En nu doet hem dat zo wat minder. Ik vond dat toch beter dat hem zo van een zotte... Dat kan, ik weet het ook niet. Ik zal misschien anders mijn moppen, mijn trager gewoon vertellen. En vind dat ook pas aan. Ik weet het niet, allemaal goed. Hè? Mag niet uit, mag niet uit. Maar ik zal eindigen, ik zal jullie naar huis sturen met een luchtiger verhaal. Zodat we, dat we even kunnen afsluiten met een beetje onnozele flauwekul. Ik kan het hebben over mijn persoonlijk leven. Over mijn dochtertje. Ik heb een dochter, die is, dank u wel. Ik heb een dochter die 5 jaar oud is, ze intussen al. Amy heet ze. Amy. Genoemd naar Amy Winehouse? Nee, dan had ik ze Doei Krakhoer genoemd. Maar Amy is 5 jaar oud en is gefascineerd door mijn piemel. Toch iemand bij ons thuis. Mijn vrouw kijkt er al jaren niet meer naar. Zelfs de kat krijg ik niet meer enthousiast. Ik ben nu al touw rond mijn penis aan het binden. Zo, grijp die krapaal, jij hoer, grijp hem. Mijn kat in de hoek van de kamer met haar oren plat tegen haar kop. Vreselijke beesten zijn dat, hè? Katten. Die van mij is 16. Hoe oud wordt dat? Duurt dat nog lang? Nou, die gaat ook een hele dag voor mijn schuifdeur zitten. Ik heb zo'n schuifdeur en die leidt dan naar mijn stadstuin. Hè? Een stadstuin, dat is een mooi Antwerps woord voor een vierkante meter beton. Hè? Kom, lieverd, we gaan kuieren in de stadstuin. Hè? Hier is de muur al, we zullen maar terug naar binnen kuieren. Maar mijn kat gaat uren voor die schuifdeur zitten. Au. 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 Na een tijd ben ik die kotsbeu, ik doe die deur open. Die wandelt naar buiten, ik doe die terug dicht. Die gaat gewoon onder de andere kant zitten. Wat denk je dat ik ben? Personeel! Allee, kom maar terug binnen. Nee, toch niet. Naar de hel met alle katten. Smerige kutbeesten, man. Alle mensen die een kat hebben hier in huis zullen ongetwijfeld dit geluid kennen. Om 3 uur 's nachts bij mij in bed van de nacht zat hij naast mijn bed en ik hoor deze. Ik dacht, zeg dat het godverdomme niet waar is. Hè? Ik doe de lichten aan en die blijft gewoon naar mij kijken. Op het enige tapijt in de kamer. Uiteraard, wat waar anders. Wat een smerige scheidbeesten zijn dat, man. Ik bedoel, ik ben geen hondenmens, maar honden zijn tenminste nog enthousiast. Hè? Dat is een hele dag, wat gaan we doen? Gaan we naar buiten? Gaan we naar binnen? Gaan we wandelen? Gaan we met een bal gooien? Of met een frisbee? Wat is dat wiegelend ding op mijn gat? Ik kan dat volgen. Niet heel intelligent, maar enthousiast. Katten, arrogante smeerlappen. Nou, we hebben net een nieuw tapijt gekocht voor in de woonkamer. Mijn kat kakt erop. Van tijd tot tijd, niet elke dag, ze houdt het spannend. Hè? Ik bedoel, dat beest heeft 2 kattenbakken in huis. Maar dat is klaarblijkelijk niet genoeg voor de koningin van Sheba. Hè? Want dat tapijt voelt klaarblijkelijk zacht aan haar royale anus. Dus van tijd tot tijd verrast ze ons met een klein bruin stomend hoopje. En die zit er ook gewoon naast, hè. Als een hond in huis kakt, heeft hij tenminste het fatsoen om zich er dood voor te schamen en in een andere kamer te gaan zitten. Hè? Sorry, ik kan mij echt niet inhouden. Wij gingen toch wandelen? Waar waren jullie? Mijn kat zit gewoon naast die kak. Heb ik gemaakt. Voor jou. Schraap maar van de mat, slaaf. Catwalk, catwalk, fuck you, waar is mijn eten? Arrogante smeerlappen, man. Maar mijn dochter heeft een fascinatie voor mijn piemel. Omwille van de simpele reden dat ik een piemel heb en zij niet. Dat is het. En ze heeft dat ook tegen mij gezegd, hè, op zo'n toontje dat meisjes al hebben. Die kleine meisjes, die kunnen dat al. Hè, zo. Papa is een jongen. Jongens hebben een piemel.
Amy is een meisje. Meisjes hebben geen piemel. Mama is ook een meisje. Die heeft ook geen piemel. Maar die heeft wel haartjes. Scheert die foef nu eens in godsnaam. Dat harige oerwoud waar ik altijd doorheen moet waden met een machete in de hoop dat ik ooit die illustere clitoris bereik. The circle of life. En maar hakken en maar kappen met die machette in. Oh. Wow, niks vriend zat er nog in. Valkuilen ontwijken, takken opzij duwen. Oom Tom, jij hier. In één hand, Indiana Jones gewijs. De clitoris in een andere hand, een zak met zand. Zal het mij lukken? Nee, haarbal! Neuken met mijn vrouw, niet zo gemakkelijk. Hm? Orale seks is ook een ramp, dat is zo tandenflossen maal 10. Schat, je zit daar al een uur. Ja, ik ga al een uur. Ah. Dan zullen we nog de spoedgevallen moeten, hè? Kunnen we ons niet verkleden als paard, als minder genant? Nu, dames en heren, zoals jullie allemaal weten, stop het voor mij met comedy voor een tijd. Relax, relax. Ja, bla bla bla. Dat is nodig, kom aan, mijn anders zit de golle mij ook beu binnen een paar jaar. Dat is, je moet gewoon even, ik weet het niet. Ik heb dat nodig. En ik moet zeggen, weet je, voor iedereen die dat hier ziet, alle mensen die zijn komen kijken, dat zit hier weer al 4 keer vol, dat is belachelijk. Alle mensen die mij al volgen van in het begin, of mensen die vandaag voor de eerste keer komen kijken, dank u wel, want zonder jullie had ik dat allemaal nooit kunnen doen. Dus merci, dank u. Dank u wel. Je kunt je niet voorstellen hoeveel dromen dat jullie bij mij hebben laten uitkomen. Dat is echt graaf. Ik ruk mijn nagen nog altijd af op mijn eigen leven. Elke dag. Sportpaleis, heerlijk. Dus denk, wat was dat? Wat zei dat? Is dat nog niet op? Is dat pintje daar nog niet op? Die heeft al heel de tijd dorst, je zit er zo. Ah, dan is hier nog van die pint. Hoe is dat nou een beugel? Zie je wat dat je er allemaal heeft staan op dat punt? Die heeft dat niet aangerokt. Kom, ga met een pint af. Kom hier, jongen. Kom hier. Cheers, motherfucker. Dank u wel. Sportpaleis, dank u wel. Nog even afsluiten. Dames en heren, het allerlaatste dat ik kon vertellen vanavond. Een kleine anekdote voor de mama's en de papa's thuis. Mama's en papa's in de zaal. Al ooit een moment gehad dat je dacht, dit had ik beter nooit luidop gezegd wanneer mijn kind vlak in de buurt stond. Ik heb dat nogal veel. Hè? Ja, ik heb de neiging om luidop na te denken en dat is niet goed. Hè? Ik zat in bad en mijn dochter en mijn vrouw komen binnen in de badkamer. En mijn dochterke vraagt, echt gebeurd, die leunt ze over de rand van het bad en vraagt, papa, hebt u piemel proper gemaakt? En ik zeg luidop, zonder nadenken, waarom? Heb hem geen vettig? De reactie van mijn vrouw ging als volgt. Wat? En mijn penis deed en verdween in mijn anus. En daar zit hij nog steeds te wachten tot hij vrijkomt wegens goed gedrag. In het bruine hol van de eenzaamheid. Een sigaretje aan het smoren, want daar binnen mag het tenminste nog wel. Sportpaleis, één ding kon ik jullie nooit laten vergeten zolang dat ik leef. En dat is dat ik 9 keer het Sportpaleis heb het verkocht. Ja. Ja. Dat gaan jullie mogen horen voor de rest van uw leven. Wacht. En nu applaudisseerde nog
Maar binnen 40 jaar ga ik dat zo beu zijn als iets dat ik er nog altijd over aan het zagen ben. En ik kon dat blijven volhouden. Al ben ik 95 met een looprek in een ouderlingen te huis. 9 keer het sportpaleis. Ik 9 keer. 1, 2. Ja, meneer Agnew, dat was ook de 9e keer vandaag. Kom, ga maar terug naar uw kamer. Sportpaleis, sportpaleis, sportpaleis. In de andere hoek van de kamer, een oude West-Vlaming in een schommelstoel. Meneer Narrehand in Antwerpen, Nardo is goed in zijn broek laten komen. Sportpaleis, dank u wel. Tot de volgende keer. Dat was het voor mij. Dank u wel. Misschien tot ooit nog eens. En denk eraan, keep comedy evil, motherfuckers. Tot de volgende keer. Bye-bye. Dank u. Mensen opzij. Let me hear you. Mensen van achter. Mensen daar opzij. You motherfuckers in the middle. Dank u wel. Bye-bye.